Met z'n allen, zoals nooit tevoren, want jij hebt jouw lieve kleine Coco Lulu op school. Ja, ja, we waren voor het eerst in 3 maanden gewoon gecrashed ergens. Ik was bij mijn beste vriendinnetje gisteren aan het eten. Ja. En toen was het eigenlijk heel gezellig. En toen ineens was het best wel laat. En ze hebben een bed and breakfast. Die staat natuurlijk leeg nu ook. Ja. Zij blijft dan even slapen. Dus we bleven slapen. En toen hadden we geen luiers meer. Dus toen moesten we net nog even. Daarom ben ik nu best wel laat. Beetje te laat. Het is oké. Okay. Moesten nog luiers halen. En hele stinkende poepbroek verschonen, hè, schatje. Dus Freek is er ook even bij. Die gaat er zo meteen meenemen. Maar nu is ze er nog even. Oh, dit is zo lief. Maar het is toch echt. Het is toch, ja, misschien... Oh, schatje. Ik wil even meekijken, want kijk, ze heeft gewoon heel... Als ze zo zit, vindt ze vaak heel saai. Want ze wil gewoon meekijken. Wat is er allemaal aan de hand? Hé, hey, schatje. Is Tante Quinn? Hallo. Het is zo bizar dat ik jullie herinner van de bruiloft. Ik was op jullie fantastische bruiloft. En bam... Kijk waar je nu zit. Die kleine is er gewoon. Dit is toch niet normaal? Nee, het is toch... Ja, ik vind dat zo, dat hoofdje is al zo kabouterhoofdje. Zo'n mini-mensje inderdaad. Het is echt een miniatuurmensje. En wat een lieve naam. Ja, ze poept als een volwassene. Ze poept als een volwassene, zegt Freek. Hallo, Freek. Ja, Freek is er ook. Ik weet niet of je Freek nu kan horen door de microfoon. But he's here. Daarnaast aan de kant. Kijk. Coco, misschien kan jij ook iets zeggen. Kijk eens. Dit is, nou ja, je weet het wel, die kleine Coco Lulu. En inderdaad, als je denkt, wat zat ik lang op de wc? Dat was niet eens om ook te schijten. Ik heb gewoon niet kunnen douchen, omdat anders we helemaal te laat waren. Dus ik moest de baby een fles geven, terwijl Katja zeg maar nog een beetje kon opfrissen. Ja. Dus ik was net even op het toilet om gewoon mijn gezicht even te maken. Er zijn de liefste geluidjes hier. Kokos. Baby ASMR. Oh, dit is lief. Oh, kijk dan. Wat een verschil, hè, met die zware stem van mij. Dat nasale, intonatieloze en die hele lieve zachte kleine popjes. Ja, ze doet niks op commando. Nee, dat is waar. Doe slag. No pictures, please. Oh, mijn god. Kijk. Dat tongetje. Kan je nog heel even aan het lachen maken, Freek, voordat je er meeneemt? Hoe doe je dat? Meestal als we heel erg naar haar lachen, dan lacht ze terug. Maar Freek heeft helemaal gelijk. Ja, ze doet nou weinig. In het leven ziet ze dit. Moet je voorstellen. Een hele grote microfoon voor de neus. Het is een UFO met een dildo. Ja. Hier. Coco. Dag schatje. Dag lief of schattenbout. Oh, we zitten in het prachtige hotel Boot & Co. En we hebben gewoon een kamer hierachter. Dus jullie kunnen daar gewoon lekker chillen. Oh, kijk, dit is helemaal Simba. Ja, Simba. Dat doet Freek al ook. Doe. Dat kan je niet zien, maar nu wordt ze in de lucht. Ja. Oh, Simba, oh, dag schatje. Dag lief. Dag lievertje, tot straks. Ja, we hebben lekker eten. Ik heb lekker eten besteld dit weekend. Ja. Niet normaal lekker. Lekker, hè? Niet met normaal. Met Freek. Echt eten. Nou, die varkenswangetjes. Het waren varkenswangetjes, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, we zijn gespecialiseerd in groenten. Ze zijn gespecialiseerd in vegetariërs. Er was heel veel groente, maar er waren ook varkenswangetjes. Nou, hij wil niemand uitsluiten. Dus zorgen dat als je dan... Die wangetjes zijn superlekker. De wangetjes zijn superlekker en visjes er ook bij. Maar het is met name vegetarisch. Maar als dan die een partner hebt die wel graag niet alleen groente wil eten, dan kan dat dus ook. Alles was superlekker. Echt niet normaal. Ik heb een beetje mijn nek verrekt, dus ik zit hier een beetje gehandicapt te zijn. Oh, maar, ja, gewoon verkeerd geslapen. Verkeerd geslapen. Hey, wij gaan officieel beginnen. Juist. Ik ga de leader starten. Allerbeste intro aller tijden. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Oké, ik heb een introductie voor je geschreven. Daar gaan we. Ze werd op 19 februari 1945 geboren in Bunnik. 45? Ja, dat staat hier. Heb ik nou, dat is goddomme. Hoe oud denk je dat ik ben? Dat is week het verkeerd. Nee, dat is helemaal niet goed. Ben ik toch 75, debiel? Nou... Ik weet dat ik iets ouder ben dan jij, maar ik ben 75. Oh mijn god, wat denk je? Welk jaar ben jij geboren?
weer hoor, dag. In 45. De oorlog was net zeg voorbij. Zeg dat er 5 in zit. Anders heb ik gewoon... 75. Een... Oh mijn god. Ja, maar... Je moet je er wel in houden. Oké. Jezus Christus. Nou, ik denk dat ik met iets anders aan het doen was terwijl ik dit aan het schrijven... Ja, dit moest gewoon een keer fout gaan ook. Want welke gek schrijft nou iedere keer een bio? Nou, daar gaan we. Ze werd in 1975... Oh, wat erg dit. Ze begon aan een studie politicologie. Nou, dat ook klopt. Niet waar, jawel. Jawel, effek. Maar die ruilde ze al snel in voor de spotlight. Haar grote doorbraak kwam in 1994. Toen hij zo'n 50 was. Met je rol als Jessica Harmsen in Goede Tijden, Slechte Tijden. Samen met haar GTST-collega's Guusje en Babette vormden ze het legendarische trio Linda Roos en Jessica. Ze is presentatrice, ondernemer, powerhouse, mama van Sammy en Coco Lulu, vrouw van Freek. Ze is er, Katje Schuurman! Nou, en zonder rollator. Zonder rollator. En helemaal zelflopend niet, ook. Nou, ik weet niet wat hier is gebeurd. Wel een beetje ondersteund hoor, door mijn jongere vriend. Hé, hey, maar de rest klopt allemaal wel, toch? Zeker. Oké, eerst, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja, nee, het gaat echt heel goed. Ik ben zo blije muppet met die baby. Ik ben vooral nu heel veel thuis en met die kleine. En ik kan de hele dag naar de kijken. En ik kan soms gewoon bijna, krijg ik even geen adem. Maar ze weer zo... En dan ze lacht, en dan doet ze heel vaak de tongetje zo. Naar buiten zo, tongetje zo naar buiten. Heel schattig. Ik word er zo blij van. En het is wel een feit dat de weinige uren die je 's nachts maakt... Ja. Vooral heel vaak gewoon wakker 's nachts enzovoort. Maar ik vind het helemaal niet erg. Hè? Ze lacht dan even en dan gaat het weer goed. Maar die beginnen nu wel op te stapelen. Ja. Dus ik ben nu wel sinds een weekje, anderhalve week... een beetje moe aan het worden. Maar goed, ja. Dat hoort erbij. Hè? Dus ik vind dat ook altijd dat mensen dan gaan klagen over doorwaakte nachten. Denk ik, ja, dat heb je met een baby. Maar ik begin het wel een beetje te voelen. Ja, dat snap beetje. Ik. Dat snap ik. Maar hoe zit het dan met werk? Je hoort die kleine op de achtergrond. Zorg even dat ze niet huilt, Freek. Maar was je van plan om ook eventjes pauze te nemen? Nou, het is natuurlijk wel een hele toevallige samenkomst met het corona gebeuren. Mm-hmm. Want daardoor heb ik sowieso nu minder werk. Ja. En ja, maar ik zou nu ook nog niet echt heel erg aan het werk zijn hoor. Ik ga wel binnenkort weer wat leuke dingen doen. Ja. Maar ik vind het wel even goed zo. En ik ben wel dingen aan het doen voor Return to Sender. En dingen voor het kledingmerk wat ik heb. En Pom. Voor Pom, ja. Pom bij Katja. En ik ga binnenkort beginnen aan een film. Maar ik doe alles maar zo. Want je hoopt maar dat dat doorgaat natuurlijk. Ja. Maar alles met potlood in de agenda. En het is lekker rustig gewoon geweest. Lijkt me heel fijn dat je gewoon wel even... Kijk, je hebt natuurlijk wel eens pauze. En je had hem ook wel in kunnen lassen. Maar... beetje FOMO, dat je dan dingen mist of dingen moet afzeggen. Ja. Is eigenlijk wel lekker. Nou ja, toch? Kijk, ik zou tijdens mijn zwangerschap best wel veel aan het werk zijn geweest. Ik had een presentatie, ik was een documentaire aan het draaien. Heel leuk allemaal, hè? Maar en een dramaserie zou ik doen. Dat ging ineens allemaal niet door. Maar ik ben dus, hoe fit ik was, zeg maar, vanaf dat ze geboren was, ja, kreeg ik ineens al mijn energie weer terug. Ja. Maar toen ik zwanger was, was ik helemaal kapot. Was ook wel gewoon sowieso best een pittige zwangerschap. Ja. Dus ik was super moe. En nu kon ik niet werken. En ik zat in de tuin. En mijn dochter Sammy van 10, die kon niet naar school. Natuurlijk een hele poos. Oh. Dus ik zat met haar in de tuin, in het zonnetje. Met mijn dikke buik. Lekker moeten zijn, maar dat maakte helemaal niks uit. Dus ik vond dat eigenlijk echt wel een cadeau, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik bedoel, dat ging natuurlijk... Ik vond corona is geen cadeau, maar dat ik niet hoefde te werken, was dat zeer zeker wel, ja. Ja, maar had je het je kunnen voorstellen dat je had gewerkt terwijl je zo moe was? Ik dacht echt, hoe had ik dit gedaan? Dan had ik het waarschijnlijk ook wel gedaan. Want als je dan moet werken, dan haal je altijd wel weer ergens de energie vandaan. Ja. Maar ik zat lekker in mijn tuintje, in het zonnetje. Fijn. Heel erg te ontspannen. En de baby te bakken. Wij hebben elkaar ooit leren kennen. Weet jij nog waar wij elkaar leren kennen? Ik weet niet, maar ik heb het. Was dat Paradiso? Nee. Nee, het was in de Elementenstraat volgens mij. Bij, hoe heet dat? OAP. Jij ging weg.
OAP is toch dat ene feest, dat vette. En jij had een pruikje op. Oh, nou was niet zo heel vet, vond ik het. Nee, vet. Jij vond dat is ook wat je zei, maar jij ging weg. En ik kwam daar net binnen. Oh. En je had een pruikje op. Ja. En ik had net een spuiten en slikken, hadden wij een lomp item opgenomen waar we cabaretiers moesten zijn. En jij had mij belachelijk gemaakt. Ja. Jij had iets stoms over mij gezegd. Ja, het is heb ik je daarmee geconfronteerd direct? Ja, dus dat was heel grappig. Want ik dacht, ja, daar kijkt, nou ja, er kijken natuurlijk wel mensen naar spuiten slikken. Maar het was van, oké, weet je wel, je idolen, mensen die hoog op zitten. Mensen dachten, nou, Katja, leuk. Ja, nee, echt, dat was de opdracht. Ja, en ik had die heel leuk vond, moest ik afzeiken. Ja, maar als dat ik denk, vind je het allerleukst? Nou, het was heel lomp wel. En ik weet toen het niet meer. Kwam, ja, ik weet niet wat de grap exact was. Het was gewoon meer een soort van sketch. En Jan ging dan iets anders doen. En ik had ook niet gewonnen, want ik ben helemaal geen cabaretier. Ik ben helemaal niet grappig. En dat was het waarschijnlijk ook. En jij kwam naar mij toe. En in één keer zeg jij, hey, jij had mij helaas belachelijk gemaakt. Jij bent toch Gwen van BNN? En ik dacht, what the fuck, is dit nou Katje Schuurman? Want jij had dat pruikje op. Dus ik dacht, oh, en toen was het ook meteen grappig en leuk. En jij ging weg en zei, ah, dit is een scheidfeest. En toen was het ijs gebroken. Ja, hartstikke goed. En toen zijn we elkaar daarna nog op vele feestjes tegengekomen. Ja, zeker, zeker. En ik vind het superleuk dat je er bent. Yes. Wat we hier doen is advies geven. Een beetje met eigen anekdotes. Mensen hebben vragen gesteld, gericht aan jou of een beetje in het algemeen. Bijna allemaal anoniem. En daar fietsen wij lekker doorheen. Hartstikke goed, schat. Even huishoudelijke mededelingen voor iedereen die kijkt. Het is begin december. Het is feestmaand. We gaan het straks ook een beetje over de feestmaanden hebben. Want als we deze podcast opnemen, dan is het nog helemaal geen december. Volg het met z'n allen de podcast op Instagram. Volg Katja op Instagram. Vet gezellig. Volg mij op Instagram. Volg me op Ik Ben Hier. Iedere keer ga ik zo'n riedeltje doen. Maar gewoon overal volgen, liken, reacties achterlaten. En daar word ik vrolijk van. Oké, top. Dan kunnen we beginnen. Ik wil eventjes helemaal bij het begin beginnen. Want jij begon met de studie politicologie. Ja. Welk jaar was dat? Nou, dat was... De oorlog was net begonnen. Het was denk ik 1943. Het was koud. En ze hadden honger. Ja. Maar jij begon met de studie... Ja, omdat ik ontwikkelingssamenwerking wilde doen. Wow. En je had daar een studie voor, rurale ontwikkelingsproblematiek, bestaat niet meer. Ja. Maar ja, ik vond dat ontwikkelingshulp, zo heette het toen nog, niet samenwerking, dat functioneerde niet zoals het zou moeten. Mensen en landen werden heel afhankelijk van die hulp. En ja, ik geloof heel erg in het zelfredzaam maken van mensen. En dat is wat ze nu met Return to Sender doen. Ja. Maar ik dacht, ik ga gewoon politicologie studeren en dan ga ik zelf bedenken... Hoe we het probleem van armoede over de hele wereld... hoe we dat nou zouden kunnen aanpakken. Gewoon heel ambitieus. Wow, hoe oud was je toen? 19. Wauw. Ja, ik dacht... Oké, in mij ging en gaat nog steeds. Alles nogal voor de wind. En ik kon goed leren. En ik kon met een hartstikke fijn gezin. En we hadden het prima voor elkaar gewoon. Gezellig, lief rijtjeshuis, allemaal niet heel... maar ik had het gewoon hartstikke goed. Ja. Altijd gehad. En dus ik dacht, ja, oké, ik kan dan wel alleen maar dingen, keuzes maken die mezelf nog vrolijker en maken. Dingen die ik alleen maar zelf leuk vind om te doen. Maar wat vind ik nou echt belangrijk? En toen dacht ik, ja, er zijn zoveel mensen die niet de mogelijkheden hebben die om gewoon überhaupt te bedenken... wat wil ik doen met mijn leven. Want die zijn elke dag bezig om van dag tot dag te overleven. Zorgen dat ze een dak boven hun hoofd hebben, dat ze wat eten hebben. Dus ik dacht, ik wil me inzetten voor degene die het allerzwaarst hebben op deze wereld. En dat zijn dan mensen die in armoede of in extreme armoede leven. Ja. En toen inderdaad dacht ik, nou, hoe ga ik dat dan doen? En nou, daar was ik dan aan begonnen met mijn studie. Maar eigenlijk wilde ik nog niet meteen gaan studeren... Dus ik dacht, ik wil even een jaartje iets anders doen. En dan ga ik daarna verder met studeren. Maar dat is dus nooit meer van gekomen. Maar het is grappig wel dat ik dus een aantal jaren later... via een omweg alsnog met ontwikkelingssamenwerking... me ben gaan bezighouden via Return to Sender. Daar gaan we het straks ook over. Ja. Waarmee we dus we halen producten uit de armste regio's van de wereld. Vrouwen die dat maken... En die daarmee een eerlijk inkomen verdienen. Ja, is fantastisch. Ja, en daarmee dus inderdaad zelfredzaam zijn. Ze kunnen zelf zorgen
dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen. Dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Die armoede spiraal te doorbreken. Dat er onderwijs is. Ja. En dat platform, dat wat je nu kan bereiken. Ja. Dat is zoveel meer met het platform dat je hebt opgebouwd door jezelf. En zeker, dit is 15 jaar geleden hebben we dit opgezet. En toen waren we nog best wel een voorloper in deze manier van... Ja, ontwikkelingssamenwerking doen eigenlijk. En we zijn ook heel vaak door het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om te spreken. Omdat dit wel de manier is om te werken aan verbetering op dat soort In plekken. Plaats van daar naartoe gaan, de hele boel overnemen. Zeggen wij kunnen het allemaal wel beter. Of geld sturen gewoon. Ja, hè, wat dan vaak het is die zelfredzaamheid. Ja. Hè? Toen kwam goede tijden, slechte tijden denk ik. Ja, dat klopt. En ik was gewoon een beetje naar castingbureaus gegaan. Ik had op mijn 17e een comedy-serie gedaan. Dus ik vond dat wel grappig. Maar het was niet dat ik dacht, god, dat ga ik nou echt blijven doen met mijn leven. Ja. En toen heb ik audities gedaan. Toen werd ik gevraagd voor goede tijden. Vond ik echt belachelijk, want ik keek er nooit naar. En ik kwam een beetje uit zo'n VPRO-gezin. Dus mijn ouders zeiden ook, nou... Echt niet. Als je dat gaat doen, dan kom je het huis niet meer in. Meen je dat? Want het in Nederland was dit de grootste hit. Ja. En dat ik wil niet disrespectvol zijn naar het goede tijden, slechte tijden van nu. Maar voor de mensen die dat niet weten, of de jonge mensen die luisteren, goede tijden, slechte tijden beheerste alles. Iedereen keek. Ja, is dat hoe jij het... Hoe oud was jij? Was je toen nog niet geboren? Ik was toen, denk ik. Want volgens mij begon jij in 1994. Ik was 4. Dus toen keek je niet? Ja, zeker wel. Ik heb zelfs vanaf het begin meegekeken naar Vrouwenvleugel. Huh? Ja, dat weet ik niet. Snapte je hier iets van? Nee, ik denk het niet. Maar ik vond het gewoon leuk al die hier... Mijn moeder keek tv, ik keek mee. Okay. En er waren geen kijkwijzers, ja, denk ik. Dus ik keek echt, en ik weet wel, zo... Pyjamaatje aan, goede tijd, slecht kijken. Ah, wat lief. Dat was er wel. En natuurlijk, Linda, Roos en Jessica kwamen later. Dus toen was ik gewoon 6, 7. Ja, dus dat was helemaal intens. Maar... Je bent eraan begonnen, maar wist je hoe dat zou gaan zijn? Want jij was in één klap... Mega bekend in Nederland. Ja. Jeetje, dat is wel een poosje terug. 25 jaar ruim. Nee, ik had natuurlijk geen idee. En ik zou er ook maar 4 maanden in zitten. Dat was het hele idee. En ik vond het gewoon grappig. Hè? Ik had ook helemaal niet bedacht. Dit is het begin van een acteercarrière. Of een carrière in de showbusiness. Gewoon even ertussenuit nog even niet studeren. Dat was gewoon letterlijk wat het was. Ja. En toen, ik weet nog, in de make-up daar had je dan de covers hangen... waar de mensen op stonden uit de serie van die week. En binnen een maand hing die gewoon helemaal vol met mijn hoofd. Dus het was echt hysterisch. En toen kwam al heel snel ook Linda, Roos en Jessica. Nou, dat was al helemaal... Wij gingen optreden in het land. En dan kwamen we aan met het busje. En dan moesten we met politie worden ontzet. Omdat er zoveel mensen in het busje aan het duwen waren. En we konden niet meer door de mensenmassa's heen. Het was alsof we de Rolling Stones waren. Het was onbegrijpelijk eigenlijk hoe groot dat in één keer was. En dan ik snapte er zelf ook helemaal niks van. Maar dan ben je zo jong en dan denk je, als ik mezelf een beetje in mezelf verplaats... Je had echt geen spotlight op mij moeten zetten toen ik 19 was. Nee, wat was er dan gebeurd? Nou, dat is niet... Nou, ik denk dat ik toen nog wel zo rebels was. Ik zeg niet dat dat nu heel anders is, maar ik had toen nog niet dat besef. En ik wilde ook niet dat mensen op me letten of zo. Ik heb zoveel bullshit gedaan toen ik zo jong was. Hoe oud was je toen jij bekend werd bij BNN? Bij BNN was het... Dat was... daarvoor was ik al een beetje zo bezig, maar ik... 2014. Dus dat is 6 jaar geleden. Toen was ik 24, een beetje zo. Dus het was wel een beetje. En had een aanloop. Precies. Dus het was van online naar. Heb je gezien wat ik heb gedaan? Naar. Televisie, Excite. Wat meer. En ik wist heel goed wat ik wilde. Dus ik wilde presenteren. En alsnog was het een verrassing. Maar jij komt in één keer. Ja, in en zo'n ik wist klap. Totaal niet wat ik wilde. Ja. Ik wilde dit niet per se. En toen was ik ineens een actrice. En kreeg ik programma's te presenteren. Werd ik op en neer gevlogen naar Londen om MTV Europe voor 24 landen te presenteren. Ja. Dat was ook echt na 2 jaar. Ja. En dus een zangcarrière met een meidentrio. En nou, ik wist niet wat me overkwam.
En het was inderdaad wel heel jong. Dus ik had nog helemaal niet zo'n idee over wie ik was. Maar iedereen had daar wel een idee over. En dan is het toch zo dat je heel erg ook... Ja, je bent dan sowieso zijn we natuurlijk allemaal heel gevoelig voor hoe anderen naar je kijken. Mm-hmm. Of tenminste, daar heeft de een... Dat is mijn koffie. Ja, dat is de koffie. Daar zijn we sowieso... Er zijn veel mensen daar gevoelig voor. Hè? De een wat meer dan de ander. En ik vrees dat ik dat toen heel erg was. En dus een heleboel mensen vonden me te gek. Maar er waren ook best wel wat mensen die dachten... Wat is dat voor een domme doos die daar... Ik wist wel heel van mezelf dat ik geen domme doos was. Maar toen begon ik mezelf toch een beetje zo te zien. Als mensen denken van... ze begonnen nog net niet helemaal zo duidelijk te articuleren... omdat ze dachten dat ik debiel was. Nee. Dat je denkt, maar ik heb gewoon normaal... Ik heb net allemaal te nemen, mijn diploma. Ik ga gewoon studeren. Maar ik raakte heel erg in de war van... gewoon die blik van anderen. Oh, dank je. Kijk, krijg ik behalve koffie krijg ik ook nog een colaatje met een citroentje. Heerlijk. Oh, maar dat is raar. Dat is heel raar. Natuurlijk, ik was 19. Ik vond het heus leuk om een beetje mijn sexy aan te kleden, maar ook niet overdreven. Maar dan doe je een fotoshoot en dan hangen daar wat pakjes. En die zijn dan heel weinig verhullend. Of veel verhullend eigenlijk. Veel. Verhuld. Nou, dat was in ieder geval, het had weinig om handen, laten we zo zeggen. En dus ineens sta en dan lach maar even zo, doe maar even zo. En dan vervolgens is dat het beeld wat er is. En dan ben je dus ineens een soort van sekssymbool. Maar dat is helemaal niet hoe ik mezelf dan zag. Waardoor ik daarna dan ineens mijn heel krampachtig kooltruien ging dragen. En heel serieus ging kijken van, zo ben ik ook, weet je wel. Ja. Dus je bent dan heel erg met die beeldvorming bezig. Gelukkig heb ik dat ook wel snel losgelaten. Want wat jij zegt, van, ik was heel jong, ik deed nog gekke dingen. Ik heb al die dingen natuurlijk, en die gekke dingen en die domme dingen ook in de spotlights gedaan. Maar hoe is dat? Hoe is dat, dat als jij iets hebt gedaan wat we allemaal doen als we jong zijn, gewoon rellen en rebels zijn, ik beeld me dan helemaal in dat, kijk de momenten dat ik hier op Leidseplein en de bubbels allemaal gekke shit heb gedaan. Nee, weet niemand. Nee, echt niemand. Maar jij was op een leeftijd dat je gewoon en fucking bekend was en ook gewoon uitging en jong wilde zijn. Hoe gaat die combinatie dan? Want jij kon denk ik niet gewoon naar een club van... Dat deed ik natuurlijk wel allemaal. Dus dan werd ik 's ochtends gebeld door mijn management. Wat heb je nou weer gedaan? Heb je zo'n voorbeeld? Ja, dan stond ik... dan stond ik op het podium met Herman Brood. Ja. Die was 50 jaar geworden. En dan had hij allemaal duetten met allemaal mensen. En wij zouden niet optreden met Linda Roos en Jessica. Want live waren we gewoon niet zo supersterk. En dus wij deden altijd, zeg maar, semi-live heet dat. Dus over de band meezingen. Maar dat kon niet bij Herman Brood. Dus wij zouden het niet optreden. Maar we waren er wel. Starnakel. Ja. Toen zei iemand, maar dan doe dan gewoon alleen even de achtergrondkoortjes. Doen jullie alleen een beetje doe-up, doe-up. Nou, ze moesten Guusje het podium optillen. Mij er zo opduwen. En na doe-up, doe-up, waar we nog wel, dat brachten we er nog best redelijk vanaf. Zetten ze ineens Eternal Flame, ons nummer aan. En toen dacht ik zelf dat ik echt best wel lekker erin zat. Dus ik pakte ook de microfoon van Herman Brood af. En ik heb zo vals gezongen en hard. En toen ben ik gaan tongen met Herman Brood. Nee! Op het podium. Wat vet! Ja. Oh, maar dat soort shit, die is er dan. Gewoon de hele vaderlandse pers bij, hè? En dat en die belde dan de volgende dag naar mijn management. Nee, mijn management belde erin. Kunnen jullie dit alsjeblieft niet uitzenden? En toen zeiden ze, de meesten, dat waren we ook niet van plan. Dat zegt genoeg, hè? Want als je niet eens, als je denkt, dit moeten we maar niet uitzenden. Dan is het intens. Ik ben blij, ik heb het nooit teruggezien. Oh, wat goed. Maar dit zijn van die verhalen. Dit zijn wel goede verhalen. Dit zijn fucking vet, maar het is minder vet. En het lijkt me ook gewoon als je zo jong bent en nog aan het zoeken bent, weet je wel. Maar ik moet wel zeggen, ik had best wel ook een beetje gelukkig een gezonde scheid aan de dingen ook. Ja. Aan dat soort dingen. Maar ik heb nooit gedacht, mensen die zeggen, je hebt een voorbeeldfunctie. Nou, ja, niet per se. Die kan je nemen. En die neem ik ook met onderwerpen waarvan ik denk, hier
hier kan ik volgens mij iets goeds laten zien. En of in ieder geval open zijn over... Of dat nou gaat over mijn... dat ik medicijnen slik omdat ik dat nodig heb voor tegen dwang. Dat ik vroeger eetproblemen heb gehad. Ik ben daar heel open over. Ik probeer niet me voor te doen als een soort perfect iemand. En ik denk dat ik daar behulpzaam ben voor meisjes of andere of mensen die met dezelfde problemen zitten. Ja. Maar ik heb niet het idee dat ik me heel braaf en alles moet gedragen omdat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik bedoel, een politicus heeft een voorbeeldfunctie. Ja. Als je een politieagent bent, dan heb je een voorbeeldfunctie. Als je op televisie komt, heb je niet per definitie een voorbeeldfunctie. Die kan je nemen als je dat wil. En dat doe ik waar ik denk dat belangrijk is. Maar je hebt natuurlijk wel ouders. Dat is gewoon het eerste waar ik aan denk. Mijn ouders. En je hebt natuurlijk ook wel dat je dan nog mensen wil ontmoeten. Weet je wel, verliefd wil worden. Want toen was je nog natuurlijk niet met Thijs samen en zo. Dat je, dan zie je ouders in de bladen wat je allemaal hebt uitgesproken. Ja, en dat is bij mij niet gebeurd. Maar dat ik wel denk, nou, weet je toch, je bent jong en rebels en je wil wat. Nou, dat is gewoon mijn rugzak. Maar bij jou is het dan zo, had je dan ook wel dat je je ouders dan ging? Nee, dit is niet uitgekomen. Maar dat je ouders dan af en toe ging bellen. Ik heb wel met spuiten en slikken dat ik dan van tevoren zo... Nou, hallo. We gaan dus een item maken. En dan ga ik XC proberen voor het eerst. En hoe zijn jouw ouders daarin? Nou, zij zagen gewoon wel echt dat presenteren mijn droom was. En dat ik zo hard had gevolgd om daar te komen. En dat het dan veilig gebeurde en dat het ook educatief was. Maar ja, dat is natuurlijk wel, nu we zoveel jaar verder zijn, dan hebben we het daar ook wel over. En ja, het is natuurlijk niet niks als je dochter gewoon zo vol gas... Mijn ouders die waren, vooral toen ik bij BNN zat, toen deed ik de meest achterlijke dingen. En ik vond het heel lastig om nee te zeggen, want dan vond ik mezelf een slappeling. En je hebt zoveel mensen om je heen, zo'n groepsdruk. Of het... Zeker, en ik vond nee zeggen gewoon heel stom. Ja. Dus ik zei eigenlijk nooit nee. Ja. Dus ik deed allemaal dingen die ik ook super eng vond. En ik heb jouw beeld bungee jumpen. Oh, dat is iets gewoon in mijn hoofd. Ik ben daar geweest en mijn vriend heeft het gedaan. En ik weet nog zo in mijn hoofd hoe jij daar stond. Huilend. Zo. Oh, maar ik heb zoveel dingen jankend gedaan. En dat vond BNN alweer heel grappig, want dat is wel leuke televisie. Als ik weer ergens huilend ondersteboven aan een touw aan de Euromast bungel. Nou ja, maar goed, niet alleen dat soort dingen. Hè. Met Try Before You Die deden we de meest idiote dingen. En dan ga je dan eventjes leuk in die kooi met die tijger. En dan moet je hem laten springen. Dan moet je met een stokje, doe maar wat. Ja. En dan dacht ik, dan doen we een band om. Even kijken hoe bang je bent. Of je hartslag omhoog gaat. Nou, toen ik net iets te dicht achter die tijger stond, hij deed zo. Ah, toen ging mijn hartslag wel omhoog, zeg maar. En dat is gewoon echt best wel gevaarlijk. Op een gegeven moment zeiden ze van, dan gaan we nu de Mont Blanc ongetraind beklimmen. Toen heeft mijn moeder, die heeft de redactie gebeld en heeft gezegd, dat gaat ze niet doen. Nou, ik kan niet eens, wat heb ik allemaal gedaan, joh? Ja, nou ja, bijna gestikt inderdaad in de... In de riolen van Mexico City. De stront zo tot die, nou ja. Maar hoe is dan het punt gekomen dat je zegt, ik kan bijna geen nee zeggen? Wat is die switch geweest? Dat je dan op een gegeven moment toch wel, of is dat nog steeds zo? Dat je niet, het zijn natuurlijk andere programma's geworden. Wil jij koffie trouwens? Ja, hè? Oh nee, zometeen. Nee, ik heb nu dit. Nee, ik zat eventjes, we hadden het net over dat. Ja, ASMR. Ik vind het altijd, ik zit nu met zo'n koptelefoon op. Heb ik normaal niet. Ja. En ik vind dat het allemaal wel heel lekker klinkt. Dit is de eerste keer dat ik dit hoorde, dacht ik echt. Maar dit is gewoon om eventjes als pauze voor de mensen. Dat wij zo, dit zo even ASMR breken. Ja, maar het is wel, wat wel goed is. Al denk ik dat ik toch net een beetje negeerde. Maar omdat je jezelf zo hard hoort, ga je tenminste wat zachter praten. Niet zo schreeuwen de hele tijd. Of zat ik toch wel te schreeuwen eigenlijk? Nee, dit was goed. Maar ik vraag me af hoe dat proces is gegaan. Want ik heb heel duidelijk een moment gemerkt dat ik nee ging zeggen. En dat ik toen in één keer een soort van... voelde dat mensen dachten dat ik moeilijk was om mee te werken. Omdat ik gewoon eindelijk wist wat mijn eigen grenzen waren. En dat is echt
kut. Heb je een voorbeeld van iets waarvan je dan zei van op een gegeven moment... Nee, maar dat ga ik dus niet doen. Ja, bij spuiten en slikken aan het einde. Maar dat heb ik ook dan weer wel gedaan. Nou, op een gegeven moment merkte ik, ja, dat is kut. Dat, toevallig heb ik het daar laatst over gehad, ergens bij 538. Dat er dan was er een komkommer. En dan gingen we met z'n drie aan het einde van een soort van sekslesje. En ik was de tafel aan het leiden. En dan had ik allemaal lekker Emma en Sahil en Jure, die waren er ook. Dan doen jullie dat met z'n drie. En dan krijgen jullie seksles en hoe je moet pijpen. En dat doe je dan op een komkommer. En ik zei, ja jongens, ik vind het superleuk. Maar ik sta dadelijk met mijn kop ingezoomd op Dumpert met Gwen pijpt een komkommer. Er is niks van over. De hele context is dan weg. Ja. Ik had gewoon heel duidelijk zo'n stem die nee zijn. Dan iedereen om je heen, de redactie en de eindredacteur. Ja, ja, ja. En ook die, weet je wel, ook als je wat jonger bent, iedereen om me heen, die deden dat allemaal wel. Nou, deed ik het wel, natuurlijk. Volgende dag zag ik het overal staan. En toen dacht ik, ja, ik had gewoon echt moeten luisteren. Ja. En ik was dan ook niet leuk, want ik was niet leuk. Ik zei echt van, ja, luister, ik ga dit niet doen. En iedereen om me heen keek me echt aan van, Jezus, diva. En toen dacht ik, oh, hier, heb jij ook zo'n moment gehad dat je dan, dat je... Anders? Ja, dat heeft wel echt wel heel lang geduurd. Maar zeg 3 jaar geleden, toen was ik deed ik een programma van A naar B. Ja. Toen reed ik in een taxi. Reed ik van Sint-Petersburg naar Amsterdam. En, nou goed, dit was volgens mij weer een andere route. Nou, doet er niet toe, in ieder geval. En dan stapten er allemaal mensen bij mij in de taxi. En had ik dan gesprekken mee, gewoon toevallige passanten, wel heel leuk. En toen was ik ergens bij in een plaatsje, waarvan ik ook de naam kwijt ben. God, het is er ook niet op vooruit gegaan, hè? Naar die zwangerschap. Nee, maar dan gaat je geheugen. En dan gaan gewoon sommige laadjes niet open. Ik hoop dat dat op een gegeven moment wel weer gebeurt. In ieder geval, een plek doet er niet toe. Hoge brug. En toen zeiden ze, ja, of ik daar leuk vanaf kon springen. Maar ten eerste was het een interviewprogramma gewoon. Wel ja. Natuurlijk onderweg enzovoort. Maar ik... Ja, maar wacht even, ik zit nou bij de KRO en CRV. Juist omdat ik niet meer van hoge dingen af wilde. En toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. En toen had iedereen een beetje teleurgesteld. Want iedereen dacht toch van, ja, maar Katje doet toch altijd alles. En voor mij voelde het echt zoals het voor een ander zou voelen om te zeggen, ja, ik spring. En voor mij voelde het, nee, ik doe het niet echt. Als zoiets sterkst voelde echt heel goed om dat eens een keer te zeggen. En was ook eigenlijk natuurlijk helemaal geen probleem om een keertje nee te zeggen. Maar ja, kijk, en in het begin zei ik ook op alles ja, omdat ik nog niet wist of ik het wel of niet leuk zou vinden. Hè? Dus ik stond overal voor open. Ja. En dus heb ik ook echt een paar programma's gedaan waar je nou niet van kan zeggen, god nou geniaal. Nee. De Telebelshow. En dan dat ik dan Joop van Ende zei, kom maar. Want dan komt er een auto binnen en dan zit jij op... Want ik presenteerde dat met Reinhard Oerlemans. Ja. En dan moet ik dan op de motorkap. Hoezo moet ik op de motorkap? Ja. Dat vind ik echt super stom. Nou, toen ben ik uiteindelijk toch op de motorkap. Want, tuurlijk, maar ja. Dan wel. Zo, ik zat dus zo op de motorkap met mijn benen vooruit. En mijn armen over elkaar. Dus niet sexy. Ja. Niet zeg maar liggend zo leuk gedrapeerd op de voren. Op de motorkap, maar gewoon wel een beetje stuurs en stoer. Oh, dus dan nog wel op mijn eigen manier. Maar het was wel gewoon, ja, ik stond daar toch uiteindelijk. Het zou een co-presentatie zijn. Maar ik was toch een beetje de assistente van Reinhard. Of de over hard praten gesproken. Ik heb de Edison Music Awards gedaan. Ja. Nou ben ik altijd eigenlijk met mijn programma's is de ENG. Dus met de camera op pad. Niet in een studio. Ja. Dus ik was dat helemaal niet gewend. Ja. En ik stond daar met heel veel mensen. Ja. Geen koptelefoon. Oh nee, ja. Wel een microfoon. Ja. Dus ik dacht, ja, die mensen moeten me allemaal horen. Oh. Welkom bij de Edison Music Awards. Nou, ik heb het teruggezien. Het was afschuwelijk. Waarom heeft niemand tegen me gezegd dat ik gewoon zo kan praten? Want dan hoor je het wel thuis. Maar wat een honden. Want zij moeten dat gewoon gemerkt hebben ergens. Want ze dat niet... Oh, maar I feel you. En toen... Dat was met Carlo Bos, deed ik dat samen. En toen gingen we zingen. Van de Titanic, van Celine Dion. Ja, My Heart Will Go On. Ja, nou, dat is natuurlijk sowieso een onmogelijk nummer om te zingen. Trouwens, waarom zou je het zingen? Ja. Maar goed. Dat was toen in die tijd een hit. En wij gingen dat ook zingen. Maar we zouden het wel gaan playbacken, want het was live wel heel lastig. Dus maar Carlo was eerst gaan inzingen zonder mij. En die had het op zijn toonhoogte gedaan. Oh. Wat er voor mij 2 mogelijkheden overhield. Of
Nou, dat? Of... Dus ik moest voor die hoge gaan. Nou, ik heb het dus ingezongen. De dag daarna waren die opnames in de studio. En ze zetten die band aan die ik ging playbacken. Vals! Hoe kan je nou vals playbacken? Was verschrikkelijk. Ik wilde gewoon een week niet de deur niet uitgegaan. Ik wilde met een zak over mijn hoofd. Gewoon. Het was verschrikkelijk. Het was een ademfluiting. Oh, maar wat fantastisch is ook, weet je wel, dat je dan ook naar zoiets, het gaat ook voorbij. Weet je, niemand weet het meer, behalve nu weer, omdat ik het weer oprakel. Oh, maar wat fantastisch. Maar dat overschreeuwen is een probleem wat ik altijd heb. Ik ben ook altijd ook in clubs en op feesten. En laatst zat ik in een helikopter. Oh, ja. En ik zat, nou, die mensen zijn natuurlijk met alles bezig. Behalve met mij. Dus ik zat dit is van de helikopter. En ik had dan een mic. En ik, ondertussen gingen ze stunten. En ik ging dan die teksten allemaal in het Engels. En ik zei, klinkt het een beetje goed? En zij zei zo, ja, met alles zo. En ik heb echt doodsangsten uitgestaan. 2 weken, want... was niet mijn productie. Ik zat ook niet bij de edit. En ik zat echt... ik kijk nooit mijn eigen shit. Maar ik zat op de bank en ik denk... nou, als die beginpresentatie is... welkom! Dus ik denk gewoon... ik heb iedereen helemaal kapot gemaakt. En het viel uiteindelijk mee. Maar altijd is het overschreeuwen. Ja, maar dat is ook super moe. Je moet eigenlijk inderdaad dan... nou ja, een koptelefoon staat gek. Ja. Maar misschien dan van die oortjes in of zo. Maar goed, dat had ik niet. Ja. Dus ik wist het gewoon niet. Ja. Maar het was verschrikkelijk om naar te kijken. Fantastisch verhaal wel. Ja. We gaan naar de eerste vraag. Want iemand heeft een vraag gesteld. En dan start ik een gezellig muziekje in. Leuk. Hey Katja en Gwen, wat leuk dat jullie met elkaar in gesprek gaan. Ik heb een vraag die vrij gericht is. Ik las in een interview dat Katja heel open is over haar dwangneurose en dat ze daar medicatie voor heeft. Mijn beste vriendin heeft dit ook en ik zou je heel graag meer over horen, omdat het best nog wel taboe is. Liefs, nou, staat Lisa, dus dat is niet anoniem. Ja, daar had je het net zelf ook al over. Jij bent daar heel erg open over. Ja. Maar wat is een dwangneurose precies? Ja, mensen vragen dan voorbeelden en dan noem ik iets, maar dat is dan niet, dat dekt niet de lading. Nou, dwang, de naam zegt het al wel, je moet dwangmatig dingen doen. Dat kan zijn van dat ik precies dingetjes netjes zo neer moet zetten. Mm-hmm. En dan moet ik het nog eventjes net iets anders neerzetten. En als ik dan zie dat er bijvoorbeeld een theedoek in de verte scheef hangt, dan kan je daar heel onrustig van worden. En dat je denkt, kijk, maar ik ga hem niet recht... Nou, dan moet je toch uiteindelijk... ga je hem toch maar weer even recht hangen. Uh-huh. Of ik heb met getallen bijvoorbeeld... dat je ergens een getal ziet staan... en dan moet ik uitrekenen hoeveel dat... tot en met 100... als het 56... 100, dus even een simpel voorbeeld... is dan 44 verschil. Van 100 met 44, 56... 6 met 4, dan moet ik dat op 600 verschillende manieren... moet ik dat dan gaan uitrekenen. En als ik het niet doe... dan is er een soort van... ja, dan gebeurt er in je lijf gewoon iets wat... ja, het is zo raar. Alsof het als niet ik het omschrijf, is het zo... Als ik bijvoorbeeld hier... en ik heb een glas in mijn hand nu. Er zit dat is geen goed voorbeeld. In mijn tas. Of ik daar mijn telefoon in heb of mijn lippengloss. Dat zijn dingen die ik altijd kwijt ben. Dan doe ik die in mijn tas. En dan denk ik... geloof ik eigenlijk niet dat die in mijn tas zit. Dus dan kijk ik en dan zie ik het in mijn tas. Moet je nog en dan doe ik hem weg. Maar dan alsof ik het met mijn ogen eventueel eruit heb gekeken. Of dat als ik het er... Dus dan zit het er misschien niet in. Dan moet ik soms wel 30 keer kijken of dat erin zit. Het is heb ik met de wekker raar. Dat ik hem dan zet. En dan weet ik niet. En dan moet ik nog 10 keer. Maar dat dan extreem. Iedereen heeft denk ik wel op een beetje. Hè, van nog even 100 keer kijken of het fornuis uitstaat. Ik heb ooit het gas aan laten staan. Oh, toen ik, ja, dat is heel erg. Toen moest de brandweer ook komen en zo. Ik ben ooit thuis gekomen s'avonds na een lange dag. Maar er was niet... Nee, het loopt zo tegen een muur van gas aan. En dus nu heb ik iedere avond dat ik moet kijken of ik het gas heb uitgezet sinds dat. Maar wat jij hebt is... Ja, het is gewoon... Ja, en dat je... Ja, goed, 1000 dingen. Maar ik had dat vanaf dat ik... Nou, dat ik jong was al wel. Maar dat begon later dan wat extremere vorm aan te nemen. Dat in combinatie met... het is niet een bipolaire stoornis, maar het is heel veel mood swings kan ik hebben. Het is gewoon heel, ik kan heel onwijs op en neer gaan. En toen ik recent ben gestopt met medicijnen om zwanger te worden, toen kwam dat weer eventjes heel hard om de hoek kijken. En ik was gelukkig eigenlijk vergeten hoe heftig dat was. Dus dan ga je van diep verdriet naar woede, naar pure paniek. Het is echt heel naar. En, in een tijdsbestek van een dag. In een dag
kan dat al dat cirkeltje wel een paar keer de revue passeren. Ja. En mijn moeder, want het is ook, ja, dit kan genetisch bepaald zijn. Mijn moeder heeft dat ook. En die daarbij haar heeft dat zich uit toen ik 12 was, ongeveer, dus ruim 30 jaar geleden, in smetvrees. Ja. Dus je denkt, alles vies is, dat alles het gewassen moet worden, je Duitse keer je handen moet wassen, maar ook op sommige plekken in het huis niet mochten komen, want er was iemand geweest die was ziek en dat totaal geen besmettelijke ziekte, maar dat zit allemaal in je hoofd. Hè. Het is gewoon zo'n kortsluiting, een mismatch, het gaat niet helemaal, het is geen, het gaat om stofjes die je mist of die niet op een goede manier worden doorgegeven. Dus het is chemisch, het is eigenlijk gewoon lichamelijk en dus kan je er met medicatie iets aan doen. En zeker toen mijn moeder zo ziek was, want dan was echt ziek, ze was afgevallen, woog echt, was er geen schim meer van zichzelf, nog maar 40 kilo of zo. En, en hij heeft heel veel gedragstherapieën gedaan, want dat is wat heel veel, dat een beetje de traditionele denkwijze is. Heb je een probleem met je hoofd, dan moet je in therapie en dan kan je gedrag leren veranderen en je denken leren veranderen. Gewoon ja, door training. Maar als er iets chemisch mis is, kan je trainen tot je een ons weegt. Maar dat werkt niet. Dus je hebt dan medicatie eigenlijk nodig. En ik zeg helemaal niet dat iedereen naar de medicijnen moet, maar het is, je zou er zo, als je met gedragstherapie hier niet vanaf kan komen, dan ja, kan je leven zoveel mooier en beter maken door gewoon medicijnen te slikken. En mijn moeder heeft toen, 30 jaar geleden was het nog meer taboe dan nu, en die heeft toen medicijnen gekregen en ze had al jaren daar, was ze gewoon ziek en is ook uit huis geweest en ze is ze opgenomen geweest. Binnen een maand was ze gewoon de oude. Dat is echt ongelooflijk. Want is die drempel dan, hè, voor mensen dat ze dan, omdat ze denken dat ze het zelf, we hebben natuurlijk ook leven in een behoorlijk calvinistisch land waarin we de hele tijd denken, we moeten het zelf doen en ik wil geen spullen in me stoppen. Ja. Omdat ze ook een beetje het gevoel hebben dan dat ze niet meer zo in zichzelf zijn. En ik zeg altijd, ik ben juist niet mezelf, ja, zonder medicijnen. Want dan ben ik toch helemaal niet diegene die dan helemaal woedend is of super verdrietig. Ben ik dat? Ja. Nee, dat ben ik niet. Dit ja, is wie ik ben. Ik heb er alleen een beetje wat hulp bij nodig. En hoe was dat dan met je zwangerschap? Want het is natuurlijk een lange periode. Je bent 9 maanden zwanger. Ja. En dan is het ook nog eens in coronatijd. Dus dan zit je ook nog eens, in plaats van alle afleiding die je hebt, ben je in één keer thuis. In een soort van onzekere wereld. Wat voor zwangerschap moet dit dan zijn geweest? Lijkt me een hele gekke situatie. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik van corona op die manier niet zo'n last heb gehad in de zin van dat ik me daar onzeker over mijn eigen toekomst heb gemaakt. Nee. Tuurlijk ben ik heel geschrokken zoals een ieder in het begin. En ook omdat je nog niet helemaal niet weet wat het is. Maar geen afleiding of zo, weet je wel. Van de pest waar we allemaal aan omvallen. En op het moment dat je een beetje zag wat voor proporties het had, dan is het natuurlijk heel angstaanjagend. Maar niet zo dat het me lam legde. Nee, maar wel dat je dan normaal op je soort van een leven om je heen dat doorgaat met gezelligheid en restaurantjes en lekker gewoon een leven. En dan in één keer ben je toch wel wat meer thuis. Ja. En ik dacht wel aan jou toen. Want ik dacht, wow, je bent nu dan zwanger. En dan is in één keer gewoon al die gezelligheid, vooral in het begin was al heel streng. En toen was jij... Maar dat vond ik dus zeg maar helemaal niet erg. Omdat ik was eigenlijk hartstikke moe. Ja. En ik vond het heel lekker om gewoon met mijn zwangere buik lekker in het zonnetje. Het was natuurlijk prachtig weer lekker in het zonnetje thuis te zitten. Dus dat vond ik niet erg. Maar het stoppen met die medicijnen. Wat ik dan ook nog eens een keertje weer op zijn katja's deed. Namelijk, ik had gebeld naar de psychiater, waar ik nooit meer naartoe ging. Maar die heeft me ooit jaren geleden dit voorgeschreven. En ik had gevraagd, ik wil stoppen in verband met de zwangerschap. En toen heeft hij gezegd, oké, ik slik 2 soorten medicijnen. Eentje heet de Depakine. Ja. En dat is dan tegen dwang. En de andere, dat heet Cymbalta. Nou, dat heeft ook andere namen, maar Depakine, Cymbalta, zo wordt dat is een van de namen. En daar wilde ik mee stoppen. En toen had hij gezegd, nou, dan moet je dat zo afbouwen, want je moet het echt voorzichtig afbouwen. Ja. Dus ik had het opgeschreven. En toen dacht ik, dat ga ik dan doen na het huwelijk, ga ik stoppen. En toen dacht ik, dat papiertje, nou, ja, dat kan ik dus weer nergens vinden. Oké, nou, maar maakt niet uit. Ik weet het wel ongeveer. Ja. En toen heb ik het veel te snel gedaan.
En dat is echt gevaarlijk. Want je gaat dat natuurlijk gevaarlijk. In stappen afbouwen. Ja, in stappen gewoon steeds een beetje minder. En als je dat in één keer doet, dat mensen kunnen suïcidaal worden. Want die emoties komen dan te hard terug. Of je, het gaat gewoon helemaal niet goed. Dus het is best een heftige spul in die zin. En ik krijg helemaal alsof ik... Nou, eigenlijk hoe ik nu mezelf hoor zo hierop. Alsof ik op de radio was, maar dan met een kraak erin zo. En dan kraak in mijn oor en schokjes zo in mijn... Nou, dat is echt... Dat moet echt niet, moet je nooit doen. Moet je heel, heel zorgvuldig mee omgaan. En wat was het moment dus dat jij dacht... Oké, volgens mij heb ik... Dat briefje had ik wel nodig. Ja, nou, dat was wel duidelijk. Maar goed, toen had ik het al gedaan. En toen dacht ik, nou ja, ik moet hier gewoon even doorheen. Ja. Want zo ben ik dan ook. Van, nou, komt wel goed. Maar na 2 weken was het nog steeds niet goed gekomen. En toen heb ik wel gebeld van... Oké, ik heb het niet goed gedaan. Wat gaan we doen? Ja. En toen heb ik weer een ander soort... Want je mag wel sommige medicijnen slikken. Yo. Tijdens de zwangerschap. Depakine echt niet. Maar sommige mag je wel slikken. En toen heb ik wat anders voorgeschreven gekregen. En toen kon ik mijn zwangerschap gewoon weer normaal chill doorkomen. Fijn. Ik vind het heel fijn dat je er zo open over praat. Want je hoort mensen daar niet zo vaak open over praten. Nee. Nou, ik krijg ook echt dan bijvoorbeeld... Nou, misschien ook wel de aanleiding van dit gesprek dan weer. Ja. Of als ik het ergens heb verteld, dan wordt ook wel het management soms gebeld door ouders. Van ja, mijn dochter die heeft daar last van mijn zoon. Mag ik Katja eens bellen? En dan vind ik het ook echt geen probleem om even met ouders ook aan de telefoon te zitten. Ik weet... En hoeveel impact het op je leven kan hebben op een negatieve manier. Als ik zie foto's van mezelf in de periode dat ik nog niet medicijnen slikte. En dat was een heleboel jaren. En dan zie ik mezelf lachen. Dan weet ik dat ik helemaal niet gelukkig was. Het is gewoon totaal neurotisch. Dat is het ook. En het is ook onbegrijpelijk. En als ik uitleg wat het is, vind ik het zo stomzinnig klinken. Ja. Maar het is gewoon dat je ogen niet gelooft. Dat ik niet geloof, niet zeker weet of je nou echt een citroentje in mijn glas zit. Ja. En dat ik dan denk, het is gewoon krankzinnig. Maar je kan het niet rationeel wegdenken. Maar hoe je dan functioneerde en hoe je carrière hebt opgezet en hoeveel je deed, dit lijkt me dodelijk vermoeiend. Ja, maar ik moet wel zeggen, inderdaad, afleiding helpt dan wel. Ja. Dus hoe minder ik te doen heb, of hoe minder ik te doen heb, hoe meer het dan opspeelt of zo. Dus het is wel. Dus je ging natuurlijk gewoon gas geven, werken. Ja, gas geven en ook wat meer drinken. Dat is ook wel vaak wat mensen met om het tot rust te krijgen eigenlijk. Oh, ja. Wat een rust kwam er voor jou toen je die medicijnen ging slikken. Maar echt. Ja, het is echt een... En ik kan het dus... een ieder die met dit soort problemen kampt, kan ik het echt aanraden. Ja, fijn. Je moet het echt proberen. En dan wil ik er nog wel even bij zeggen. Het is niet gezegd dat het soort medicijn wat voor mij werkt voor diegene dan werkt. Dus je moet ook... Ik heb 2 verschillende dingen gehad voordat ik bij het juiste medicijn aankwam. Ja. Dus je moet ook het wel even de kans geven. Sommige dingen werken niet of krijg je vervelende bijwerkingen van. Ja. Nou, maar geef het een kans, want je kan je leven zo verbeteren. Fijn, fijn. Ik heb meteen weer een volgende vraag voor je. Voor Katja. Nu je moeder bent, ben je bewust bezig met hoe jouw ouders jou hebben opgevoed en wat daaraan zou je willen meenemen of juist anders willen doen. Ja. Nou, je hebt 2 dochters. Ben je daar bewust mee bezig, wat ze vraagt? Nou ja, ik ben natuurlijk wel bewust bezig met opvoeding. Met name maar je betrekt tot je ouders? Nou, kijk, ik kom uit een heel liefdevol gezin. En ik heb vanzelfsprekend toen ik zelf werd grootgebracht, wel van een aantal dingen gedacht. Nou, dat ga ik dus heel anders doen. Ja. En wat ik vanzelfsprekend overneem is het veilige nest, een veilige omgeving. Dat mijn ouders zijn er echt onvoorwaardelijk voor mij. Dus ook als ik de meest stomzinnige dingen doe, dan zullen ze eerst er iets van zeggen. En dan zijn ze er alsnog weer voor me. En dat is een prachtig voorbeeld. Ja. En ook overigens de liefde die zij voor elkaar voelen. Ze zijn net 50 jaar getrouwd. Ja, het is zo mooi. En ze waren een paar dagen geleden weer bij me. Want ik moe met de baby. En dan zei ze ook gelijk weer. Oh, zullen we je helpen? Komen we je even je ontzien? Dan kan jij smiddags even slapen. Dat zijn echt mijn ouders. Altijd met alles helpen. En dan hoef je niet te vragen. Maar ze bedenken het altijd zelf. En dan stonden ze weer bij het wiegje. En toen zat mijn vader, oh, wat is ze knap, hè, die baby.
Nou, wel goed dat ze niks van mij heeft, maar gewoon alleen maar van je moeder. En dan zegt mijn moeder, nee, maar jij bent toch ook een hele knappe man? En dan knuffelt ze hem en dan zit ik te kijken. Dus ze zitten op de bank altijd, als ze een filmpje zitten te kijken, hand in hand. Hoe zoet. Oh, wat lief. Dat is toch te gek. Nou, kijk, die warmte en die knusheid en die kneuterigheid. Nou, die hoop ik voor zo'n groot mogelijk deel over te nemen. En dat deel waarvan ik dacht, dat ga ik anders doen, dat heeft betrekking op... dat ik het super irritant vond als met name mijn vader zei... luister, dit moet jij zo doen, omdat ik het zeg. Ja. En het zijn mijn regels. En dacht ik, dat is geen argument, omdat ik het zeg. Dus je moet me wel uitleggen waarom ik iets niet mag... of waarom ik iets moet doen. Dus ik heb me voorgenomen bij Sammy om alles uit te leggen. Wow. Ja. En dat gaat goed? Nou ja, dat ging... Ja, nou kijk, dat is een principiële keuze. Ja. Ja. Ik vind ook oprecht dat zij dingen mag bevragen. Maar daar heb ik wel kanttekeningen bij geplaatst. Ze mag één vraag terugstellen. Goed. Anders is het waarom. En dan, want ik heb mezelf op een gegeven moment ook wel eens horen zeggen... Gewoon omdat ik het zeg. Ja. Omdat je denkt, ja, jezus, moet ik dit alles gaan lopen beargumenteren... en alles gaan lopen uitleggen. Maar ik vind in de basis dat wel correct is. Ja. Omdat ik vind dat je kinderen gewoon serieus moet nemen. Want het zijn net mensen. Ja. Nou, dus het is absurd om te denken. Dat vind ik namelijk echt zo'n rare kronkel bij volwassenen. Wij zijn allemaal niet perfect. We hebben ook allemaal onze buien, onze gemoedswisselingen. Gewoon af en toe een keertje chagrijnig. Ja. Maar een kind moet verdomme de hele tijd alles perfect doen. En moet de hele tijd vrolijk zijn. En moet de hele tijd mag niet chagrijnig zijn. Of gewoon even een keertje boos. Ja, dat kan. Dat kan namelijk gewoon. En dan snap ik niet zo goed waarom... ouders de hele tijd soms op de nek van een kind zitten. Van, niet doen. En wat zeg je dan? En ik vind het, dat is echt vermoeiend. Ja, ziet ook van die kinderen waar ouders de hele tijd corrigerend zijn. Je ziet een soort zoals een namnes in die ogen ook kinderen zo. Kinderen zijn al lang niet meer daar. Ik luister sowieso niet. Die zijn mentaal helemaal niet meer daar, ja. Nee, je moet en echt het choose your battles, dat is ook wel echt... dat heb ik wel Freek een beetje moeten leren, want... Die kan dan soms, dan is er iets. Dan nou, ruim nog heel eventjes dit op, Sammy. Nou, schijnen alle kinderen echt rampzalig te zijn qua opruimen. Maar, ik heb nog nooit een kind meegemaakt die alles organiseert. Nee. Nou, zij echt wel, alles laat ze gewoon vallen op het moment dat ze denkt... Ah, ik heb hier een klaar jas, ding, tas. Maar als hij dan één ding zegt, dan denk je... Oh, dat is nu wel een leuk moment. Dan doe ik ook nog even al die andere dingen van de afgelopen week. En dat werkt niet zo. Want dan is Sammy al lang afgehaakt. En dat is veel te veel informatie. Ja. Dus... Ja, nou ja, ik zit nog wel te denken. Kijk, nu is Coco 3 maanden, dus het is nog niet heel erg aan de orde. Maar ik vind nog steeds dat ik moet kunnen uitleggen waarom ik het vind dat ze iets moet doen of niet moet doen. Ik vind daar, ja, je moet haar ook serieus in nemen. Als zij, en ik zei, ik vind het goed om een, om zo creëer je ook een, denk ik, of creëer je, dat is ze zelf al, maar gewoon een zelf nadenkend kind. We worden toch ook sowieso leven wel best wel in een maatschappij waarin we een beetje tot schapen worden gemaakt. En liefst niet te veel zelf nadenken en heel veel regeltjes. En daar ben ik niet zo van. Dat je dochter op een gegeven moment kan zeggen als ze straks tiener is van nou, daar ben ik het niet mee eens. Of nou, ik denk daar eigenlijk heel anders als over. Als ze straks tiener is? Ja, ze straks... dat doet ze wel al vanaf dat ze 3 is. Ja, precies. Nee, maar dat wil je toch in plaats van luister. Luister naar mij. Broer. Je wilt toch gewoon dat het een gewoon sterke, zelfverzekerde vrouw... Zeker. En goed, mijn vader zei van, ja, luister, zo doet niemand... doet niemand dat. En dan dacht ik, ja, dat zal wel, maar dat... Wel, ja. Maar dat zei Sammy dus letterlijk, en daar was ik wel heel trots. Ik denk dat ze 5 of 6 was. En toen heb ik dat 1 keer gezegd. Iets met eten. Oh, Sam, zo eet niemand dat. Oh. Jawel hoor, mama. Want ik eet het zo. Wauw, ja. Oh, wat cool. Dan ben ik eigenlijk gewoon hartstikke trots. Ja, en als ik jou zo zien heb met die kleine, oh my god, echt verliefd. Zo lief. Ik vind het zo leuk om te zien ook hoe jij zo geniet van die kleine en van het moederschap. Ja, even over de bevalling. Ik weet helemaal niet of jij over de bevalling hebt gepraat.
Nee. Nee, heb jij ooit al iets verteld over je bevalling? Of heb je hier al 100.000 interviews over gehad? Want ik heb het even... Ja, dus direct na de bevalling ook. Pers aan het bed. Ja. Nee, ik heb niks verteld over de bevalling. Weet je wat ik erover weet? Wat voor cijfer krijgt de bevalling? Wat was het hoogtepunt? dat ze op mijn buik werd gelegd. Dat was fantastisch. Nee, ja, een bevalling, dat is denk ik voor weinig mensen echt een pretje. Ja. En je hebt mensen die er echt zo eruit... Dat het kind er bijna uit valt. Nou, maar ik heb dus toevallig dit weekend een filmpje gezien. Bij die parkeerplaats? Nee, ik weet niet of dit parkeerplaats was. Het was een Nederlands meisje. Oh nee. Ik ga niet, nou, want ik weet niet eventjes niet precies. Maar die stond gewoon te bevallen. En dat hebben ze gewoon gevlogd. Die stond gewoon. Maar gewoon in één keer kwam het? Ja, gewoon. Niet in het ziekenhuis. Ik ga het jou dadelijk laten zien. Oké, nou, ik had namelijk een filmpje gezien van een vrouw die kwam bij het ziekenhuis aan. Maar die heeft het ziekenhuis niet meer helemaal gered. Dus stond ze op de parkeerplaats. En toen viel gewoon die baby eruit. Nederlands? Nee. Amerikaans? Ja, tuurlijk Amerikaans. Een hele Amerikaanse bevalling was dat. Nee, ja, ik was met Sammy, was ik over tijd. Ze moesten opgewekt worden en dan worden de weeën opgewekt. En met weeën, ik zat te uitleggen, want je hebt ik heb nog geen idee. Ik hang aan je lippen. In principe, als je weeën krijgt, krijg je ook ontsluiting. Want dan moet natuurlijk het gat moet een beetje groter worden, anders komt het kind er niet uit. Maar ik kreeg dus wel heel veel weeën, maar geen ontsluiting. Ja. Nou, dat is heel vermoeiend en... Dat schiet ook gewoon niet op. Dus na 20 uur heb ik toen gevraagd om een ruggenprik. En was de boel gezellig ingeknipt. Toen was ze er. Ja. Dus ik dacht, dat wil ik... Ja, wat dacht ik eigenlijk? Nou ja, ik dacht, ik wil geen ruggenprik, maar... En dat snap ik dus niet, hè? Nee, maar dan kan je niet zo goed persen. Ja, maar ik denk gewoon, ook als ik naar Amerika kijk... Ik heb echt onderzoek ook gedaan... Alles wat ik kan vinden. En dan mensen ik wil het zelf doen. Nee, ik hoef helemaal niks zelf. Ik wil gewoon... Eigenlijk zou ik het liefst al vooraf een keizersnee willen. Maar toch heb je dan zoiets van... Ik wil dat zelf doen. Oké, ik heb me deze keer... Ik had toen nog bedacht van misschien... Ik had best wel wat weeën al vooraf. Nu was ze 2 weken... Zij was dus 2 weken te vroeg. Dus ik zat steeds in bad een beetje om die weeën een beetje op te vangen. Toen dacht ik, dat is best wel chill eigenlijk in bad. En je kan in bad bevallen. Dus toen ik aan het ziekenhuis aankwam... Toen dacht ik, hebben jullie misschien een bad? Ja. Maar dat kon. Toen hebben ze zo'n opblaasbad in dat badkamertje neergezet. Toen ben ik met Freek in dat bad gaan zitten... Heb ik die eerste weeën opgevangen. En toen werd het... dat werd zo heftig. Dat werkte. Ik zat kotsend in dat bad van de pijn. Oh. Nou, wil je meer details? Nou goed, toen ging ik dacht, nou, dan ga ik er maar uit. Toen kreeg ik gewoon een morfinepompie. Maar ik dacht, ik ga niet een ruggenprik doen, want dan kan ik weer niet persen. Maar kijk, het duurde uiteindelijk 5 uur, maar dat weet je niet op dat moment. Dus ik dacht, als dit 24 uur duurt, dat is een hel. Het was zo. Voor een paar uur was het sowieso ook best wel hellig. Ik raakte ook behoorlijk in paniek. En zo gewoon, want je hebt het al een keer. Het kan er gewoon niet uit. Dit gaat niet. En het gaat gewoon niet. En toen kwam ze een stukje zo. Ja, we zien er. Trek er dan uit. Ik denk, pak die oksels. Pak dat baby eruit. Ja. En dan de verpleegster zo heel... De verloskundige heel rustig. Dat gaat niet. Heb je mensen uitgescholden? Ik denk dat ik mensen uit... Dat heb ik dan in paniek en pijn... Nee, ik heb niemand uitgescholden. Ik heb wel geschreeuwd. En toen zeiden ze terecht. Maar dan deed ik... Maar je moet eigenlijk niet schreeuwen. Je moet die energie die je in je schreeuw stopt... moet je in het persen stoppen. Ja, oké. Maar dus ik bleef me denken, dit kan niet. Toen dacht ik, this is not the way forward. Ik moet nu wel eigenlijk gewoon visualiseren. Als ik dat kind binnen in mij visualiseer... dan komt ze er nooit uit. Ja. Dus ik ben er gewoon eruit gaan visualiseren. En toen was ze er na 2 weeën uit. En ik kan dus nu nog voelen... Ja. Dat ze er zo uitging. En dat had ik bij Sammy niet. En daar kon ik alleen... Dan weet ik van dat ze op me werd gelegd... en billetjes in het ruggetje. Ja. En nu voel ik er zo uitgaan. En dat is echt een kick, hoor. Oh, dat lijkt me ook wel heel bijzonder. Dat is fantastisch. Oh. Want je weet toch tot op het laatste moment... niet zeker of er nou een baby uit gaat komen. Het kan al... Ja, maar ik geloof... Maar toch ben je al moeder. En nog steeds denk je... Het is niet normaal. Dit kan toch niet? En Freek? Zo, Freek, die weet toch helemaal niet... Nee, we hebben zo'n mooie foto's... dat hij dan de navelstreng mag doorknippen. Hè? Dat mag dan vader. En hij staat dan heel angstig. Het is ook heel raar. Want je knipt toch in een soort... Ja, in vlees of zoiets. Hè? Je ziet er heel... Ja, je weet gewoon niet wat je overkomt. En het is... Ja, het is een wonder. Ik denk elk kind weer, het is toch ook een wonder. Ja. 9 maanden en alles zit er
in en op en aan. Het is fantastisch. En ik heb haar net gezien. Ze is 3 maanden oud. Jullie hebben haar allemaal gezien als je kijkt. Oh mijn god, wat nou. Ik ben er gewoon helemaal van de slag van hoe lief die kleine is. Tussendoor zat ze heel erg aan jou te lachen. Dat moet je nog wel even zeggen, want ze lachte nu net niet. Ze is heel lief. Nee, want ze wilde gewoon eigenlijk in de podcast. Dat was het. Ze wilde gewoon bij zijn. Want toen ze hier net weer zat, was ze helemaal rustig. Ja, ze wil overal bij zijn. Ze is echt zo'n nieuwsgierig aagje. Ze is altijd met die oogjes zo, met die kleine kraaloogjes van... Het is, en jij ging mama zeggen en toen probeerde ze zo... Ja, dan zit ze in mijn mond te kijken wel. Kijk, ik weet dat ze nog niet... Me kan napraten. Maar ze doet wel. Het. Ja, ja, ze probeert. En dan komen die geluidjes. Nou, dat is gewoon het allerleukste. En Freek en ik zitten elkaar dan ook de hele tijd aan te kijken. En te lachen. Je kan daar gewoon niet genoeg van krijgen. Ja, het is, ik weet niet, misschien ontzettend vermoeiend voor toekijkers. Maar voor ons twee, wij met z'n drietjes zo en met Sammy erbij, die vindt het ook niks leukers dan haar zusje aan het lachen maken. Ja, het is gewoon zo leuk. Het lijkt me ook zo leuk dat je dan een zusje krijgt. Want jij weet dat natuurlijk helemaal hoe dat is. Hoe oud was jij toen Birgit kwam? Toen was ik 2,5. Oh, toen was jij... Dat kan ik me eigenlijk niet echt herinneren. Nee, maar je hebt wel... Je weet wat het is om grote zus te zijn. Ja. Maar... Oh, nee, 10, maar zij is echt nu van 10. Dus dat is wel echt een groot verschil. Ze kan zelfstandig natuurlijk helemaal wel helpen. Oh, en ja, zeker. Oppassen. Ja. Oh, dat is wel chill. Je hebt gewoon een oppas. Ja, zeker. Oké, okay, dus volgende vraag. Volgende vraag. Hey, vrolijk. Hey, Gwen en Katja. Ik vroeg me af hoe jullie alle ballen in de lucht houden... en tegelijkertijd aan jezelf denken en gelukkig blijven. Dit voelt voor mij als Mission Impossible. Ik wil graag alles doen, maar het lukt me dan niet om alles goed te doen. Hoe zit dat bij jullie? Oké. Okay. Katja, jij doet alles. Je bent ondernemer, return to sender, pom bij Katja. Je presenteert, je acteert, je zegt ik ben met een documentaire bezig. Je bent mama, je bent vrouw van, je hebt sociaal leven. Wat is de formule? Hoe in godsnaam? Nou, ik heb... Grappig, dit is inderdaad het probleem van onze wereld waarin wij leven. Ja. Namelijk dat je zoveel... dingen, leuke dingen hebt ook. En werk en dingen die je graag wilt doen. Zoals sporten en vrienden zien. En dat wordt dan ook een probleem. Want we moeten toch problemen hebben. Ja. Ik denk dat het gewoon... Kijk, ik ben mezelf daar ook echt wel in verloren. Hoor, dat ik dat helemaal niet goed deed. En dat ik veel te veel tegelijk deed. En dat ik... dat is gewoon ook wel overwerkt was. Ik ben nooit een burn-out gehad hoor, maar wel... Als op een gegeven moment als een mens tegen je praat en je kan eigenlijk niet eens meer horen wat iemand zegt en je neemt een slok water en die kots je er alweer uit en je stem is weg, dan weet je wel, misschien moet ik het even wat rustiger aandoen. Dus het is toch eigenlijk een kwestie van wat minder doen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om in je agenda gewoon soms toch... Ik ben wel echt van mijn agenda. Dus, en dan dus echt wel dingen vooruit plannen. Mm-hmm. Dus ik zet dat ook wel in mijn agenda. Nou, dan en dan doe ik yoga. Kruisen in mijn agenda. Dat doe ik inmiddels. Hè? Dus dat je zegt, dan ga ik niet werken. Dan doe ik ook even... Het is heel belangrijk. Dat is wel voor mij denk ik een hele belangrijke. Dat de sociale verplichtingen heb ik wel echt naar een minimum teruggeschroefd. Want daar kan je een dagtaak aan hebben. En dan zie ik iedereen die ik leuk en lief vind. Hè? Je hebt natuurlijk je beste vrienden. Maar je hebt ook mensen die echt... Nou, gezellig. De kennis vind ik ook zo. Maar dat zijn ook vrienden. Ja. Maar dan niet je beste vrienden. Maar dat zijn er best wel veel. Ik bedoel, je verzamelt er een heleboel gedurende je leven. Maar als ik die allemaal met hun allemaal een leuke avond wil hebben... Dan ben je... Dan is het jaar vol. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dus als het straks weer kan, na de coronatijd, en daarvoor ging dat dus wel. En dan deed ik gewoon feestjes. Dus dan zag ik gewoon meerdere mensen in één keer. Dus dacht ik, dat is toch ook wel gewoon praktisch. Dat ik dacht, dan heb ik er gewoon 10 in één keer. Slim. Maar ik denk inderdaad dat gewoon wel tot een minimum beperken. En veel meer de sociale contacten niet echt plannen, maar meer op van het toeval laten afhangen. Dus over, ik heb nu wel zin vanavond om iemand te zien. Ik heb steeds meer vrienden die dat op die manier doen. Want ik word op een gegeven moment gestrest van
alle afspraken die in mijn agenda staan, ook al zijn het leuke afspraken. Of zeg maar leuke ontspanafspraken. Maar het voelt niet meer als ontspanning als ik al weet wat dat ik over 4 weken op een zaterdag daar en daar op bezoek ga. Dat vind ik gewoon niet chill. Nee. Ik wil gewoon dat mijn agenda leeg genoeg is, zeg maar. Ja, want ik weet ook, ik zag een keertje in jouw story dat jij bij Mandali was. Met Freek. Was een stilte-retraite, of niet? Dat was geen stilte-retraite. Dat hebben ze daar ook. Maar jullie hadden wel iets met niet praten, staat mij bij. Of niet? Of dat heb ik verzonnen? Dat heb je denk ik verzonnen. Ja. Maar toevallig had ik het met Freek over. Wat deden jullie daar? Nou, eigenlijk... Kijk, nou, het is geen geheim dat Freek en ik er een wilde levensstijl op nahielden. Ja. En toen had hij me ten huwelijk gevraagd. Toen dacht ik, ja... Wij hebben het superleuk. Maar ik wil ook wel eigenlijk zeker weten dat wij ook als we gewoon niet aan wilde feestjes aan het vieren zijn, dat we elkaar dan ook leuk vinden. Dus toen zijn we een paar weken naar Italië gegaan. Maar niet alleen naar Mandali, maar ook naar een paar andere mooie plekken. Maar ik ben een spa en gezond eten en groente, vruchtensapjes. En daarna naar Mandali, wat een hele mooie plek is inderdaad. In Italië, in de bergen. Ben je daar ook wel eens geweest? Nee, het yoga. Zo hoog op een verlanglijstje. Het is prachtig. En het is echt heel mooie... Je hebt niet alleen yoga en meditatie... maar ook hele bijzondere vrije bewegingslessen... En mooie gesprekken. En echt om aan jezelf te werken. Ja. En dat... Nou, eigenlijk vonden we elkaar daar bijna nog leuker dan dansen op een feest. Dus dat was heel goed. Dus toen konden we gaan trouwen. Fijn. Maar dat was de reden. En voor Freek ook. Kijk, ik ben 14 jaar ouder. En ik heb al best wel meer ook van dit soort dingen gedaan. Want die vind ik wel echt heel waardevol. Om soms in je eentje. En dat moet ik ook wel. Als ik ook al ietsje ouder is. Wil ik dat er ook echt wel weer gaan invoeren. In je eentje. Elk jaar. Zeker 2 weken weg. Als je dat kan... Ik snap dat het een hartstikke moeilijke regel is hoor voor sommige mensen. Maar doe dan zo zo'n week. Of als je dat al niet kan, zorg dat je af en toe een dag voor jezelf hebt. Gewoon met niks. Geen telefoon, maar even helemaal met jezelf. Want soms maken we zoveel lawaai dat we niet eens naar onszelf kunnen luisteren. Naar de stem in onszelf. Daarom is een stilte-retraite zeker iets heel moois. Ik ben wel in Sri Lanka meerdere keren in yoga-retreats geweest. En dat waren dan geen stilte-retraites. Maar ik ging niet... want vaak wordt er dan gezamenlijk gegeten. Dat vind ik dan echt jammer dat dat zo is. Ja, precies. Ja. Want dat vind ik ook het heel lastig om groep met uit te stralen. Ik wil niet praten. Maar ik zit dan ook heel erg of in mijn hoofd of in mijn gevoel. Ik wil niet... Want het wordt dan vaak toch chit-chat. Ook iedereen daar. Wil daar dan... Hey, where are you from? Yeah, where are you from? What are you doing? Ja. Blah, blah, blah. Ik kom hier voor mijn rust. Ik kom hier voor mijn rust, inderdaad. Ik dacht, ik ga wel een t-shirt laten drukken. Maar ik kom uit Nederland. En ik doe dit. En dan hoef je het allemaal niet meer te vragen. Ja. Maar ik heb echt wel eens ook dan in mijn hutje gezeten. En dan had ik hartstikke honger. Maar dan dacht ik, ik ga gewoon niet eten. Want ik wil gewoon geen mensen zien. Ja. Maar dus ik heb dat soort dingen geregeld gedaan. En daar ben ik wel heel veel wijzer over mezelf geworden. Ja. En Freek is natuurlijk... En wat jonger heeft dat soort dingen nog niet echt gedaan. Dus we zaten toevallig te kijken bij Mandali... of naar een stilte-retraite. Wat zeker voor Freek een mooie uitdaging zou zijn. Want dan heb ik gewoon ik het in de toekomst veel, maar hij gekeken. Babbelt nog meer. Je hebt in de toekomst gekeken, Gwen. Ik dacht gewoon zeker dat ik iets zag in jouw stories... met dat jullie iets om hadden en dat jullie niet konden praten. Ja. Hè? Ja, wacht. Oh, ja... Hé, het is dus niet helemaal... Je kan daar, dat vond ik heel mooi, een bordje zelf opdoen. Want het was niet een stilte-retraite, maar... I'm in silence of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Dus ik praat niet, dus praat niet tegen mij. Wat chill. Dat is echt, want ik heb dan toch... Dan ben ik in zo'n yoga-retreat voor mezelf. En dan wil ik niet praten, maar dan ga je toch naar iedereen... Ja... Ja. Even zo vriendelijk knikken. Naar die vriendelijk knikken, naar die... Ben je godverdomme... Dori, toch nog de hele tijd bezig met anderen. Ja. En anderen pleasen. En dat je maar niet heel niet leuk overkomt. Of bot overkomt. Dus dan ben je... Nou, dat is, en dan heb je gewoon zo'n ding op je bordje. Op je gepint. Met I'm in silence. Of zoiets dergelijks stond er dan op. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. En dat is super fijn.
Maar jij, ik kan me van jou herinneren dat jij ook een post met weg geweest. Want ik volg jou op Instagram. Yes. En dan laat ik altijd, maar dan ben ik ook gewoon weg. En dat mis ik dit jaar. Maar ik heb dat wel een beetje in Nederland gevonden. En nu toevallig, morgen heb ik 10 dagen vrij voor mezelf ingepland. Heel mijn agenda leeggeschoven. Echt alles. Dus die, zeg maar, er worden geen mails gelezen. Ik ben bereikbaar als er echt iets besloten moet worden. Omdat ik eigenlijk gewoon altijd een nok naar het buitenland. Maakt niet uit. Rond deze heel tijd fijn. Ook. Eigenlijk maakt niet uit. Nee, ik ben er wel echt best wel verwend. Ik ben echt vorig jaar denk ik 3 keer alleen weg geweest. En echt 2-3 weken. En waarom is dat voor jou belangrijk? Ik kan mezelf ook gewoon niet horen anders. En ik merk gewoon dat als al die dingen weggaan na een paar dagen, dat ik in 1 keer denk, oh, zo denk ik daarover. Of, ik wil eigenlijk dit doen. Of, oh, ik heb ook, dit is iets wat ik wel eens als voorbeeld geef, dat ik gewoon in 1 keer een besefmoment kreeg van, ik kom altijd laat, omdat ik te laat opsta en te weinig tijd neem. Dus ik moet gewoon kijken naar hoeveel tijd heb ik eigenlijk. Wow, dat is slim. Allemaal van die bullshit, maar ook gewoon grote dingen. Dat je denkt, oh, maar wat ik nu aan het doen ben, eigenlijk moet dat die kant op gaan. Maar dan heb ik ook echt met niemand contact. Dus mijn ouders weten dat, waar ik dan slaap. En Toby weet het ook. En dan bellen we af en toe snel. Maar eigenlijk wil ik met niemand. En dan ga ik ook ergens lessen volgen. En niet, zeg maar, in groepsverband. Dus ik doe het allemaal los, zodat ik niet met mensen hoef. Ik heb echt het liefst dat ik 3 weken tegen niemand praat. Of zo. Dat is gewoon helemaal. Vind ik ook helemaal niet moeilijk dan. Volgens mij, wij kunnen allebei behoorlijk klepperen. Ja. Maar ik vind het heerlijk om stil te zijn. Ja. Echt niet dan moeilijk, echt, hoor. Heb je dan ook dat je na een tijdje, weet je, als je daar even bent, als dan die stress weg is, dat je dan in 1 keer zo goed, dat je jezelf een vraag stelt en dat je dan in 1 keer gewoon antwoord krijgt. Nou, letterlijk. Ik heb dan ook de laatste keer dat ik op zo'n plek was, heb ik eerst in een boekje allemaal vragen opgeschreven, gewoon die ik had. En dan zo de eerste 3, 4, 5 dagen dat je denkt, ik hoor helemaal geen antwoorden. Ja. Er komt helemaal niks. Ja. En in 1 keer werd ik wakker. En alsof het licht was aangegaan. In mijn hoofd ook. Ja. En ik ben gaan schrijven. En het een na het andere inzicht. En dat waren hele grote vragen die ik mezelf had gesteld. En ja, je moet. De antwoorden zitten namelijk. Het is zo'n cliché, maar de antwoorden zitten in jezelf. Je hoeft nergens anders te zoeken. Ja. Je moet alleen stil zijn. Ja, 100%. Ja. En ik zat echt dan ook, als ik dan 3 weken op Bali was geweest, ik zat in het vliegtuig naar huis. Ik wist alles. Ik wist ook gewoon, het enige wat ik hoefde te doen is gewoon mijn ademhaling. Mijn ademhaling is alles. Dus ik moest gewoon terugkomen naar mijn ademhaling. Dan komt alles goed. En dan hoe ik me daar voelde, ik kan me dat wel herinneren. En dat kan ik af en toe aantikken. Maar ik kan dat dus nog niet zo goed hier. Dus dat is nu ook mijn niet doel. Als je nu bijvoorbeeld een wandeling gaat maken? Jawel, alleen dat is dan echt 0 prikkels van anderen en mooie natuur en helemaal. Ja, het is natuurlijk wel ideaal. Ja, dus ik, maar dat heb ik. Het is mijn doel van ik. Dat zei ik ook gisteren tegen Toby, mijn vriend. Van ja, ik wil gewoon dit heel graag hier ook hebben en niet iedere keer per se heel krampachtig naar een andere tijdzone moeten vliegen hiervoor. En het is natuurlijk als we voor de luisteraars, niet iedereen kan het zich permitteren. Nee. Plus we moeten misschien ook wat minder vliegen. Precies nou, dat. Niet misschien, maar we moeten wat minder vliegen. Ja. En je kan het natuurlijk zeker hier ook voor elkaar krijgen. Ook al woon je in de stad, er is altijd wel een bos in de buurt. Ja, maar echt 0 prikkels. En het is dus nu echt wel dat ik dan dat steeds wilde. En dan even, dan is toch. En nu heb ik echt gezegd, ik ben er niet 10 dagen. Ja, dus doe of ik niet besta. Maar ik vind het heel leuk, want ik heb ook jouw boek gelezen. En dan heb je het ook over Costa Rica. Katja was weer het reisboek. Ja. En Sri Lanka. Ja. En dus ik dacht al, want er staan ook allemaal tips in. En ik ben heel erg aan het kijken naar waar kan ik nou nog meer naartoe, behalve iedere keer weer naar Bali. Want dat is toch een soort Sri Lanka is wel echt heel bijzonder, ook omdat ze daar heel veel Ayurveda doen. Ja. En dat vind ik zo mooi. Dat is, wat is het? Leer uit India. Eigenlijk ligt dat aan de basis van de moderne geneeskunde. Ja. En dat gaat eigenlijk allemaal, begint eigenlijk allemaal bij voeding. Ja. Wat ik dan allemaal gewoon wel lekker vind. Maar voeding moet je niet alleen vullen, maar moet je voeden. Ja. En wat voor mij gezond is, hoeft het voor jou niet te zijn. Want we zijn allemaal op een andere manier zitten we in elkaar, is onze constitutie. En om jezelf tot een soort van optimaal, om je optimaal te voelen, gezond te zijn, moet je daar de kruiden, specerijen, dingen, en wat je eet of wat je juist niet eet, moet je daarop aanpassen. En dat is heel mooi, maar er zitten ook acupunctuur komt daar vandaan. En de Veda's, dat zijn de wijze geschriften, zeg maar. Mm-hmm.
Dit is dan Ayurveda, maar daar komt ook de yoga vandaan. Ja, en het, ja, is, ja, echt, het is echt super mooi. Ja, het is echt bijzonder om dan dat, zich dat geheel te doen van en Ayurveda en yoga en het gewoon op jezelf zijn en alleen zijn. En daar heb je ook, oh god, hoe heet dat nou, Shirodhara, zoiets. Dan heb je olie laten zo druppelen op je hoofd. Oh, dat ken helemaal. Ik, ja. En dan doen ze een doek om je heen. Het is, ja, een heel ritueel. En dan mag je daarna een paar dagen niet praten. En omdat je zo'n ding om je hoofd hebt, praten mensen mogen niet, ook niet tegen jou praten. Dus je gaat helemaal naar binnen. Ook door die oliën, geloven ze dan. Oh, wat mooi. Ja, het is echt, het is, ik vind het prachtig. En daar kunnen we heel veel van leren. We nemen het ook, het begint ook iets meer terrein te winnen hier. Mm-hmm. Want, ja, ik hoorde pas ook een vrouw op de radio. Een hele bekende econoom. Zij en zij had het over corona en over wat we zouden, wat we kunnen doen om weer gewoon het leven gewoon weer normaal op te kunnen pakken. En dat gaat onder andere over had zij het over, we moeten vooral ook de capaciteit in de zorg natuurlijk uitbreiden. Dan kunnen we de mensen die corona krijgen opvangen, hoeven we niet allemaal met elkaar met mondkapjes en quarantaine, ja, et cetera. Maar ze zegt, ja, en we moeten gewoon zorgen dat ze minder ziek worden. En er is eigenlijk één manier, want het is zo raar dat er in onze westerse, ja, wereld vooral wordt gekeken naar, ja, hoe word je beter, in plaats van hoe kan je voorkomen dat je ziek wordt. En dat is daarin, zei zij ook, en dat vond ik zo, voeding is de basis. Gezond eten, en zoveel van ons doen dat nog helemaal niet. Nee. Maar gezond eten. Ik snap ook niet in ziekenhuizen. Dat moet ik nog even kwijt hoor. In ziekenhuizen. Nee, maar serieus. Kanker, dat moet je dan, dat voedt op suiker ook. Ja. Suiker is, dat moet je sowieso, is dat niet zo gezond. Ja. Nou eet ik, drink ik ook echt wel suiker hier en daar. Ja. Maar niet te veel. Maar als je kanker hebt, moet je echt geen suiker tot je nemen. Mijn vader lag daar met een prostaatkanker. En die krijgt dan het eten van, allemaal helemaal goed nu weer trouwens. Ja. Krijgt dan eten en dan toetjes met suiker. Allemaal dingen met suiker. Mijn zusje woedend op de verpleging, die daar natuurlijk dan ook niks aan kan doen. Maar ik snap niet dat je in het ziekenhuis, waar je mensen beter moet maken, gewoon zo niet voedend eten hebt. Ja, heb je Heal gezien, die documentaire op Netflix? Nee. Oh, die ga je fantastisch vinden. Heal. Heal, ja. En dat gaat eigenlijk over, nou, de westerse geneeskunde, daar kunnen we superveel mee. Maar zeker, er is ook een hele kant, onder andere voeding, natuur, maar ook mindset. Waar wij in het Westen nog niet echt mee werken. Man, dat noemen we dan allemaal alternatieve, alternatieve geneeskunde. Zelfs voeding al, ja. Wat is daar alternatief aan? Ja, nee, maar we stoppen je hele lichaam vol met chemo, medicijnen. Oké, heb je dit? Dan pompen we je helemaal vol. Maar ja, maar groente eten, ja, dat is leuk. Dan kun je lekker erbij doen. Terwijl dat is de fucking basis. Ja, maar ook bijvoorbeeld THC-olie. Hè? Ja. En dan mogen we, dus, maar dat mag niet, want dat is verboden. Maar chemo is niet verboden. Maar dat maakt al je cellen kapot. Maar THC, dat is mijn vader gewoon dan maar illegaal gaan kopen met THC-olie, KCS. En mijn vader heeft nog nooit gebloot of wat dan ook. Dus totaal geen drugs gebruiken. Maar THC heeft een hele, is pijnstiller bewezen, toch ook, of niet? Het heeft een positief effect. Kijk, het is niet dat het kanker kan genezen. Nee. Maar het heeft een positief effect bij de genezing. En hetzelfde geldt voor Parkinson. Dat heeft dat ook een positief effect bij. Dus op heel veel plekken wordt het ook medicinaal wel toege. Je kan nu wel toch THC-olie, soort van CBD, hè? CBD, oh, die haal ik door elkaar. Ja, ja. CBD is legaal, maar THC niet. Ja, en dat is sterker ook natuurlijk. Ja. Of is dat iets heel anders? Maar je wordt er niet stoned van, in principe. Nou ja, je kan er wel stoned worden als je er veel van neemt. Maar het is gewoon als medicinaal, voor medicinaal gebruik. Ja. Maar goed, ik bedoel, maar ik geef je even ik zeg het om aan te geven dat het dan zo raar is dat het ene, en dat wordt, dan heb je zo'n vereniging van kwakzalverij. Maar volgens mij was het in het begin de vraag een beetje van, hoe hou je alle ballen hoog? Oh ja. En hoe ben je een beetje lief voor jezelf? Ik heb ook gehoord, voordat we doorgaan naar de volgende vraag, want ik heb er nog best wel wat, maar dat vind ik heel interessant. Jij hebt een ruimte thuis toch, waar je yoga't? Ja. En doe je dat veel? En mediteer je ook? Nou, mediteren ben ik niet goed in. Ja. Voor zover je goed kan zijn in mediteren. Ja. Maar ik kan niet stilzitten en mediteren. Dat gaat eigenlijk, dat gaat niet. Nee, dan dwaal ik af of ik val in slaap. Ja. Dus ik doe eigenlijk, yoga is ook meditatie op beweging. Precies. Dus dat is mijn ademhaling en daarin
kom ik wel soms in een meditatieve toestand. En wandelend. Het is ook, niet, je doet, hebt ook speciale natuurlijk meditatie. Wandelingen. Wandelingen. Of dat je loopt, adem in met je recht. Dan zet je je rechtervoet voor. Adem uit je linkervoet voor. Ja. Adem in. Met je, doe je dat? Dat heb ik wel gedaan, maar dat gaat wel heel langzaam. Oh my god, dat heb ik ook wel eens opgezet op Headspace. Dus dacht ik, dit gaan we niet doen, jongens. Dit duurt lang. Ja, ja. Maar als ik gewoon wandel, wat ik absoluut te weinig doe. Maar nu met die kleine zo in mijn buidel. Ja. Dan is het wel echt heel erg lekker. En dan gewoon lopen. Dan kom ik ook wel in een soort van meditatieve toestand. Ik heb in ieder geval vaak wandelend dat er ook antwoorden komen. Precies. En dan heb ik die vragen helemaal niet eens bewust in mijn hoofd gesteld. Die zitten er dan wel al ergens. Ja. En dan ineens denk ik, zo moet... Ja, dus dat is de, wat dat betreft, we hoeven niet naar Bali. Je kan ook gewoon een stuk gaan lopen. Maar ik heb het tijdens de zwangerschap wel wat minder gedaan. Dus ik moet er nu weer een beetje in komen. Maar ik heb een huisje in de tuin. Oh. En dan doe ik ook dan heel echt. Dan maak ik een ritueel van als ik daar naartoe ga. Dan steek ik eerst even met een paar wierookjes aan. Ik heb van die heerlijke van die dingen waar je etherische olie in doet. Weet je wel? Dat dan zo, lekker. En dan een beetje kaarsjes. Dus dan is het echt zo'n eigen plek creëren. En ik kom eigenlijk al tot rust als ik daar binnen loop. Oh, wat heerlijk. Goed, dat is natuurlijk echt een enorme luxe. Maar je kan ook een klein altaartje voor jezelf in je huis maken. Ja. Zet je een tafeltje neer. Want je hebt helemaal niet veel nodig om yoga te doen. Je kan online hele mooie lessen volgen. Want dat doe ik. Ja. Ik laat me wel leiden door zo'n online les. Ja. En, fijn, oké. Okay. Ik denk dat ik wel een beetje een idee heb hoe jij zo in balans blijft. Nou ja, het is... Ik ben van de excessen, maar in de verschillende richtingen op. Dus ik kan super onrustig zijn en gewoon heel druk met werk en met wat dan ook. Met alle verplichtingen die ik voor mezelf bedacht heb. Maar ik kan ook heel goed even helemaal de andere kant op gaan. En dat is een beetje hoe je dan de balans houdt. Hoppatee, dat is precies. Niet kabbelend, maar... En we hebben weer een andere vraag. Hey, vrolijk muziekje. Hey Katja en Gwen, heel gek, maar ik ken jullie niet persoonlijk, maar toch heb ik het gevoel dat ik jullie door en door ken. Hoe vinden jullie dat zelf en hoe gaan jullie om met bekendheid? Nou, Katja, jij bent een van de bekendste vrouwen van Nederland. Komt dit jou bekend voor, dat mensen het idee hebben? Dat lijkt me wel. Dat, ja, ik en heb heel vaak zeggen mensen, hey, oh nee, ik ken jou natuurlijk helemaal niet. Ja. Ik ken jou wel, maar jij kent mij niet. Ja. Ja, dat hoe is bekendheid voor jou? Hoe kijk je daar tegenaan? Is het iets waarvan je denkt... Ik kijk daar eigenlijk niet meer echt tegenaan. Want ik ben natuurlijk nu al langer bekend dan dat ik niet bekend ben. Ja. Dus het is voor mij eigenlijk geen issue. Bestaat het? Of als jij alles wat je nu hebt zou kunnen hebben met bekendheid en zonder bekendheid. Dus je carrière. Zou je dan voor met kiezen of voor zonder? Ja, dat is wel heel lastig voor te stellen. Omdat alles wat ik doe natuurlijk publiek is. Nou kijk... Er zijn heel veel momenten. Dan kan ik op zo'n simpele manier mensen vrolijk maken. Dat ze me zien, dat ik even een praatje maak. En dat mensen dan zo blij zijn. Dat ik denk, nou wat heerlijk dat ik zo makkelijk iemand blij kan maken. Maar er zijn zeker ook momenten dat ik denk. Zeker als je niet zo goed in je vel zit. En dat iedereen maar denkt dat ze je te pas en onpas kunnen aanspreken, aanklampen. Ook als je met je kind bent. Of, oh, Jezus. Dan denk ik wel eens... Oh, maar echt... En zeker als ik me niet lekker voel, dan wil ik het liefst dat niemand me ziet. Maar op de een of andere manier heb ik iets ingebouwd. Of zodat ik ook... Ik weet niet, ik kan ook heel erg... Ook al ben ik tussen heel veel mensen en zit iedereen naar me te kijken. Dan heb ik dat, kan ik dat oprecht... afsluiten en niet doorhebben. Dan kan ik een soort van naar binnen keren. En dan voel ik de ogen niet. Snap je wat ik bedoel? Heb je dat... Is dat aangeleerd? Ja. Ja. Wat chill. Moet je dat bewust doen of gaat het vanzelf? Ja, dat moet ik wel bewust doen. En hoe doe je dat dan? Dan visualiseer je gewoon even de rest weg. Ja. Wat chill. Ja, dus ik heb heel vaak ook... Dan ben ik met mensen die zeggen... Oh, zag je die of hoorde je dat zeggen? Zo, dat is ook irritant als mensen niet... om je heen daar zo heel bewust van zijn. Ja, maar die kunnen er ook niks aan doen. Nee, maar ja, je dan... Maar dan gaan ze mij erop wijzen. En ik heb het oprecht niet eens gehoord dat iemand dan iets zegt. Of, dus ik heb daar... Ja, ik heb er gewoon op die manier niet echt meer last van. En ik vind het heerlijk ook wel om die reden om te reizen. Want Nederland is natuurlijk maar heel klein. En het lijkt me wel echt niet te doen om een wereldster te zijn. Ja. Zodat je overal herkend wordt. Maar jij dan, Gwen, want dat was een vraag aan ons beiden. Ja.
Nou, ik heb dat niet. Als ik in een restaurant zit en mensen zitten naar me te kijken, kan ik daar oprecht ongepast van worden. Maar dat komt gewoon, ik ben heel hoogsensitief. En daar ben ik achtergekomen een paar jaar geleden. En ik weet gewoon altijd al, als ik in een restaurant binnenkom, weet ik wat iedereen op zijn bord heeft liggen bij wijze van spreken. Ik ben me van iedere centimeter van de ruimte. Dus ik vraag me ook af bij jou. Ja, kijk. Dat snap ik wel, dat jij ook af en toe even weg moet. Omdat die impulsen dan wel pittig zijn. Ja, en ik vind het wel vet. Dus ik kan wel dan, ik kan het nu gebruiken. Dus ik hou ervan. Van, nou, dit is een soort superpower. In plaats van, oh, wat ben ik toch zielig. Ik heb de hele tijd allemaal prikkels. Ik vind het fijn. Dat accepteer ik niet. Maar, kijk. Als jij een benzinepomp binnenloopt, weet iedereen in die fucking benzinepomp dat Katje Schuurman die benzinepomp binnenloopt. Ja. Van iedereen die een sausijzenbroodje aan het halen is, die achter staat, tot de mensen die aan het tanken zijn. Hoe voelt dat voor jou? Dat is niet iets waar jij bewust van bent. Je kan je aandacht daarop richten en dan bestaat het. En je kan je aandacht richten op de persoon die waar je bij je gaat afrekenen. Of op de spulletjes die je misschien nog even de chocolaatjes die je nog wil halen. Ja. Of op de persoon waarmee ik ben. Telefoon is soms een hele bewuste uitkomst. Dan ga ik zogenaamd op mijn telefoon zitten kijken waar ik helemaal niet mee bezig ben. Of ik doe alsof ik iemand aan de telefoon heb. Blablabla. Dat heb ik ook wel eens, in een parkeergarage, akkerd. Ja, precies. Ja. Maar het is wel zo, waar je aandacht naar richt, dat wordt groter. En als ik mijn aandacht niet richt op al die blikken, 100%. Dan, dat is precies ook, want Tim Hofman zei het ooit tegen me. Nou, toen was ik naar Studio 80 gegaan, was net in het begin van Spuiten en Slikken. En ik dacht nog, vanavond is het niet daar. Nou, en ik ging door het geluid heen en de ene naar de andere. Nou, laten we het respectvol houden, maar er waren gewoon heel veel mensen die gewoon heel intens waren. En ik heb ook een soort van aura dat mensen me kunnen denken dat ze me kunnen optillen of heel vriendelijk. En ik kwam de volgende dag thuis en ik dacht, toch niet dat mijn avond nou verpest wordt door anderen. Dus toen belde ik Tim en Tim zei, dat heb ik wel in mijn hoofd zitten, word er vrienden mee met het gevoel. In plaats van dat je er tegen gaat vechten. En ik vind het ook echt oprecht wat je zegt heel leuk. En ik heb het denk ik nog lang niet zo in extreme mate als dat jij het hebt. Maar het is wel de hele dag overal. Ja. En ik zie ook wel dat er meer vrienden zijn. En wat ik wel grappig vond, we hebben het ooit over iets gehad. Dat heb ik hier opgeschreven. Dat was voor een programma waar we aan het kletsen over iets wat ik wel eens heb, wat ik wel heel irritant vind. En eigenlijk moet je daar ook geen aandacht aan geven, maar ik vond het grappig dat jij het ook had. Dat er van die mensen nog soms naar je toe komen, vooral op feestjes, en die dan moeten bewijzen. Ja. Weet je wat dat ik bedoel? Maar ook wordt, ik ken jou niet. Ja! Dat vind ik altijd, stel je voor dat ik tegen iedereen moet zeggen dat ik diegene niet ken. Dan moet je zeggen, nou, ik ken jou niet, ken jou trouwens ook niet, en ik ken jou ook niet. Nou, als je me niet kent, waarom zeg je dat? Ik ruik wat voor mensen dit zijn. Absoluut. Ik zie ze staan en die komen dan naar je toe en die vinden het dan cool om te zeggen, nou, ik heb met mijn vrienden over en al mijn vrienden die weten wie jij bent. Maar ik ken jou niet. Ik kijk ook nooit tv of zo, hoor. Sorry. Rot op. Nee, maar echt. Ja. Rot op. Maar wie kent fucking Katje Schuurman nou niet? Dan dat ten eerste. En ten tweede dat ze dan de moeite nemen. En jij zei dat. En toen zei ik, nou, hebben ze dat bij jou? En dus, ik vind dat de hele dat een beetje denigrerende toontje zo van. Nee, ik kijk geen televisie. Ja, maar waar moet ik jou dan van kennen? Ja, je moet me helemaal niet kennen. En dan moet je daar een gesprek mee gaan voeren. Zo, dat in het begin dacht ik wel. Maar ik vond het zo grappig dat jij dat ook hebt. En dat dan mensen zo de moeite nemen om naar je toe te komen. Het leukste vond ik, die heb ik vast al hier en daar gezegd. Want die vond ik namelijk heel geestig. Ben jij nou Katja? Of ben jij je zus? Ik ben inderdaad mijn zus. Ja. Wat grappig. Maar ook deze. Ben jij Katje Schuurman? Ja. Nee. Ja. Nou, dan niet. Ja. Wel. Ja, ik denk, wie gaat dit ophouden? Ja. Met uitgaan vind ik het allerergste. Maar wat ik dan nog erger vind met uitgaan, is als ik er lekker in zit en ik ga dan wel met die mensen in gesprek. En dan heb ik zo dat, nou, dat ik dan gewoon de hele avond alleen maar met allemaal vreemde mensen aan het ouwe hoeren ben. Terwijl ik eigenlijk dat niet wil. Ja, precies. Dus dat ik de volgende dag wakker word en denk, maar soms heb je dat even niet door, dat je dat niet wil. Nee, maar dat is dan een hele nacht heb ik dat dan niet door. En dan, ik heb ook wel eens, toen ik net in het begin uitging, dat ik dan allemaal mensen had leren kennen, dat ik aan iedereen mijn nummer had gegeven. Oh, ja. Dat ik ga met jullie afspreken. Dat heb ik ook wel eens, dat ik thuis kwam met heel veel kaartjes van mensen. En dat je denkt, hè? Ja. Er waren trouwens heel veel psychologen. Dus Oké, we gaan door naar de volgende vraag.
het. Oké, Gwen en Katje, ik heb een vraag. Jullie hebben beide lange relaties en ik ben net 1,5 jaar samen met mijn vriend. En ik ben benieuwd naar jullie geheim voor een leuke relatie en een goed seksleven. Oké. Hatse vlat. Ja, wij hebben wel allebei een lange relatie. Ja. Jij nu 7? Ja, dus we kennen elkaar 6 met kerst. Oh, ja. Hoe lang ben je samen met Freek? Nu ook zo 5, 6 jaar. Ja. En hoe houd je het leuk? Ja. Hoe hou je het leuk? Het is een hele... Nou, gewoon eigenlijk... Want ik heb dan ook hiervoor een lange relatie gehad. Met Thijs Reumer. Ben ik getrouwd geweest. Hele mooie dochter. Mm. En... maar ik heb ook heel veel korte relaties die helemaal niet werkten enzovoort. En dan heb ik een vriendin, Daphne Bunskoek. Die heeft al heel lang een relatie met Wessel van Diepen. En die zijn hartstikke leuk samen. Echt zo, dat ik ook wel eens naar haar vraag, wat is nou het geheim? Ik wil dat ook, hoe doe je dat? Ja. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Gewoon elkaar willen verrassen en dingen voor elkaar doen waarvan je weet dat de ander het leuk vindt. Oh. Het is eigenlijk super simpel om te weten wat de ander bezighoudt, wat hij leuk vindt en diegene gewoon te verrassen en blij te willen maken. Het is eigenlijk heel simpel, want zo vaak in relaties hoor je mensen zeiken over elkaar en het leven zuur maken en jaloers zijn de dingen die je mag dit niet meer doen van mijn vriendin of dat niet meer van mijn vriend. Ja. Dat je denkt, ja, maar waar slaat het nou op? Je bent toch met elkaar om elkaar om het leven leuker te maken voor elkaar. En, ja. En ik denk eigenlijk, ja, het is eigenlijk, dat is, ik vind het heel leuk om dingen te doen. Of een cadeautje, of geen cadeaus of zo te zijn. Maar gewoon kleine rijtjes. Zoals? Ja, of briefjes achterlaten. Als ik weet dat ik later thuis ben, dan doe ik leuk. Of als hij een paar dagen weg gaat, leg ik briefjes in zijn tas. Of hij bij mij. Of uitjes. Vorige keer was hij was jarig een maand geleden. En toen konden we natuurlijk niet echt ergens naartoe. En toen heb ik wel gezegd, je moet vanaf 5 uur beschikbaar zijn. En toen heb ik een kamer geboekt. En toen hadden we nog die kleine. Het was dus één. Toen hebben we er naar een vriendin gebracht. Oh, spannend. En toen had ik gezegd, nou, ik kom me wel gewoon om 4 uur halen. Want ik zag het nog niet helemaal voor me. Dat ik een hele nacht niet met koken zou zijn. En... toen werd ik om 6 uur 's ochtends wakker. Want ik was zo moe. Oh. Toen was ik in slaap gevallen om 2 uur. Ik had hele wilde plannen voor die avond. Dat was wel heel jammer. Maar goed, het was wel heel leuk bedacht allemaal. Ik had een diner voor 2 op de hotelkamer. Oh, en leuk. Gewoon, nou ja, dat is niet gewoon. Maar leuke dingen voor elkaar doen. En genoeg tijd maken om met z'n tweeën dingen te doen. Zeker ook als je een kindje hebt. Ja, kindjes dat hebt, dat je zorgt dat je ook met z'n tweeën leuke dingen doet. En blijft doen. Ja, dat vind ik zo moeilijk in die hele deze tijd. Dat het samen iets doen al toch snel een film kijken met een kaasplank wordt. Nou, kijk, daar komen leuke takeaways om de hoek kijken. Ja. Zoals die van Freek. Zeg het. Met Freek. Echt eten. Dat hebben wij lekker gedaan. Wij hebben lekker samen gegeten. Met het was delivery of zoiets dergelijks. En dan inderdaad, dan bestel je lekkere dingen. Doe een kaarsje aan. Dek de tafel mooi. En ga gewoon lekker uit eten in je eigen huis. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar het is absoluut een feit. Ik kan niet wachten tot ik weer eens gezellig naar een restaurant kan gaan. Ja, 100%. 100%. Dat mis ik het meest. Kijk, nu had ik dit jaar sowieso niet naar een festival gegaan. Maar ik hoop wel volgend jaar weer, want ik was zwanger. Ja. Maar volgend jaar weer naar een festival te gaan, dat vind ik echt heel jammer. Vond ik echt een gemis. Maar met name het uit eten gaan mis ik. En jij? Ja. Het uit eten gaan en gewoon de vrijheid en de spontaniteit. Koffietje, ergens even zitten, buiten de deur werken. Ja. Ik heb nu een vriend die de hele tijd binnen aan het werk is. Wat doet hij? Hij werkt voor een groot bedrijf. Laat ik het daarop houden. En wat doet hij bij dat grote bedrijf? Dan ga ik het al meteen verraden. Oh. Maar dat vertel ik zo meteen wel. Maar hij werkt nu vanuit huis in plaats van dat hij weg is. En dat was altijd mijn spot. Dus dat is gewoon heel anders. Is dat maar gezellig? Of zitten jullie elkaar nu een beetje in de haren te vliegen? Nou, wij waren een maand samen op vakantie. Net voordat dit gebeurde, hadden we echt mazzel mee. En daarvoor waren we ook al naar New York geweest. We waren een maand samen op Bali. En toen had ik zo heel trots gepost. Zo, we zijn gewoon een maand samen geweest. Het was vet leuk. En dat hadden we al een keer eerder gedaan. En dat zei ik gisteren nog tegen hem. Ik zei, besef, die maand daarna hebben we gewoon het hele jaar zitten we al samen binnen. En het gaat eigenlijk heel goed. Het is eigenlijk heel leuk. En ik denk dat ik hem super erg ga missen als hij weer weggaat. Maar je zit wel in een soort van werkverband bijna. Ja, en ook, hoe ga je dat? En we hebben echt wel dat we dan, oké,
wanneer stopt het dan? En wanneer wordt het avond? En wanneer gaan we dan wat leuks doen? Ja, je moet eigenlijk afspraken echt wel heel erg over maken. Dus dat gaat goed. En ik merk wel dat vooral elkaar vrij laten heel erg. Dat dat altijd al bij ons is geweest. Maar ook, nou, dat was het dus. Ik had gisteren een klus en ik moest naar Groningen toe. Dus was de hele dag niet thuis. En dat ik ook, hij vond het helemaal lekker. Want ja, ik ben gewoon door de week heel veel weg. In de weekenden zijn een beetje heilig. Maar ja, wat er dan gebeurt, hij is nooit meer alleen. Dus hij ging gisteren weg en toen dacht ik, oh, hij was zo blij. Dacht ik, oh, wat lekker voor. Ik heb de hele dag ook met rust gelaten. En hij heeft helemaal zijn eigen ding kunnen doen. En lekker in het huis dacht ik, oh ja, echt je eigen ding ook nog steeds. Ja. Ook als je samen bent. Nou, maar ja, hij laat jou ook. Ik bedoel, ja, jij gaat ook gewoon soms een paar weken weg. Doet hij dat zelf ook? Dat wil ik wel heel graag. Dat vindt hij heel leuk. Maar het is er nog niet van gekomen. Maar ik gun het hem van harte. Ja, ja, ja. Maar ik heb natuurlijk, ik ben mijn eigen baas. Dus ja, dat is ook anders natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, oké, ik hoop dat dit een beetje. En hoe hou je het spannend in coronatijden? Nou, in coronatijden, dat doet niet zo. Dus eigenlijk in babytijden. Dat daarentegen, ja, dat leidt toch wel meer af dan we vooraf ons hadden voorgenomen. Ja. Maar het is gewoon, ja, als je nu gewoon kan slapen, dan maken we nog wel even aanstalten. Maar dan zitten we elkaar ook aan te kijken. Ja, maar eigenlijk ga ik echt liever slapen. Ja, nu. Dat maar ja, het is toch ook gewoon een kwestie van doen. Ja. Hè? Dus je moet het gewoon soms dan even. Dan is het niet op het avondtijdstip. Ligt de baby te slapen, ja? Nou, okay, hats of lats. Maar dat is het toch ook vaak wel dat je verwacht dan dat je zo op de bank zit en dan in één keer denkt, fuck, ik heb zoveel zin in seks. Nee. Let's go. En dan, wauw. Nee, het is gewoon niet altijd een soort van roze, geile wolk die de kamer binnenkomt. Maar en het als je eenmaal begint te zoenen en een beetje zo, dan ineens denk je, oh, ja, gaat aan. Ik was eigenlijk vergeten dat ik hier zin in had. Of ik had er niet gedacht dat ik hier zin in had. Maar hey, ik heb er toch best wel zin in. Precies dit. Maar dan is het wel dat je een soort van drempel hebt. Dat je jezelf eventjes denkt, oh ja. En wat ik dus heel erg moeilijk vind is, nou ja, nu heb ik, kijk, ik heb een jasje aan. Dit is een body die gewoon chill is. Maar ik heb ook een trainingsbroek aan. En ik heb gewoon 5 trainingspakken in andere kleuren bij de H&M besteld. Ja. En dat betekent al aankleden. En dat ik denk dat ik dat lekker vind. Maar eigenlijk voel ik mezelf de hele tijd een soort hobbezak. En ik heb ook een pony eigenlijk. Nou, die zit nu achter, maar dat zie ik eruit. Een soort van Chewbacca met zo'n pony die zo omhoog staat. Dan denk ik, oh ja, ik zou wel meer energie moeten stoppen in mezelf een beetje. Ja, oké, maar ik heb ook dus allemaal thuispakken besteld. Ik denk dat die heel hard zijn gegaan gewoon afgelopen. Ja, ik had namelijk niet zo heel veel. Maar ik vind van dat soort lekkere zittende kleding voor thuis. Ja, gewoon, ik doe wel eigenlijk als ik thuis ben meteen mijn schoenen uit. Ja. En eigenlijk bij voorkeur een klein broekje, sokken en loszittend shirt. Ja. En nu heb ik dan wat meer joggingachtige pakken. Maar dan wel net met een twist dat het net iets aangekleden, maar wel dat adresje wil ik dan van je hebben, want bij mij is het echt kut. Zal ik doen, maar het is ook nog steeds hobberig hoor, hobbezakkerig. Maar dat moet het ook kunnen zijn. Maar dan doe je toch s'avonds gewoon een leuke body er. I know, maar ik ben wel ook echt extreem lui. Dat ook wel. Maar oké, ik dat. Hoe hou je het spannend? Nou, gewoon, zorgen dat je, daar komt het weer. Gewoon zorgen dat je met elkaar tijd hebt. Dat je gewoon samen bent. Ja, samen bent. Ja, voor mij was dat dan dus altijd wel uit eten gaan. Gewoon één keer in de week uit eten. Maar dan zit je tegenover. Nou, of dus met een kaarsje thuis en lekker eten gehaald. Of je gaat lekker koken, kan ook. Maar dat je dan de tijd neemt om even tegenover elkaar te zitten. Zonder telefoon. Ja. En met elkaar te praten. En, en vaak ben je dan ook zo samen, dan komt dat vrij ook nog wel. Oké, we moeten. Wow, dit wordt denk ik de langste podcast ooit. Want we hebben natuurlijk al een stuk hiervoor opgenomen, dat was ik vergeten. Ik wil nog vet veel vragen eigenlijk, maar dat ga ik ook doen. Maar ik wil ook eerst even weten, hoe is het in godsnaam om een vent te hebben die zo kan koken? Ja, fantastisch. Ik was het aan het eten en ik zei tegen Toby, en Toby kan hartstikke lekker koken hoor, daar niet van, maar wow, als je dit altijd kan eten, hoe dan? Ja, en dit is ook echt ontstaan wel door corona, deze manier van koken nu. Ja. Want hij heeft meerdere restaurants in Amsterdam. En dat is toch iets meer fine dining. En thuis ging hij gewoon, hij houdt dan, we hebben een prachtige keuken, we hebben een barbecue. Maar het liefst ging hij dan een fikkie maken in zo'n grote vuurschaal. Ja. En dan bouwde hij zelf een soort van constructie waar hij dan lekker visjes en groenten en alles. Dus echt heel ruig, lekker buiten. En inderdaad, we hebben veel groenten en dingen. Maar heel, heel erg
ja, wat meer puur en, ja, en rauw en niet zo heel verfijnd, maar wel, ja, wel qua smaak. Maar in die manier van koken luxe, vond hij zo, ja, leuk weer om dat te doen, dat hij zei van ja, maar daar wil ik ook eigenlijk, dat wil ik vertalen in een concept wat de mensen, ja, dat ook thuis kunnen eten. Jij mag dat allemaal de hele tijd eten. En ik hou zo van lekker eten, maar ik ben echt geen kok. Ik, ja, als ik wil zou ik vast, ja, kunnen koken, maar ik maar je vind moet, het gewoon niet leuk. Nee, precies. Maar dat is en dat ik heb en er ook zoveel echt, tijd, ja, in zitten. Ja, en je moet wel echt. Nou ja, het is ook gewoon niet zo lekker als dat ik het bestel. Dus dan is dus dan denk ik al van. Maar als inderdaad niet is, dan neem ik zo'n kant-en-klaar soepje van dat merk. Ja. Wat je om 5 uur neemt. En dan neem ik en een tosti. Dat is het. Oh, en verder kom ik gewoon niet. Oh, wat kan. Daar heb ik ook echt geen zin in. Ja, dat snap maar ik. Maar je moet dan dus naar de winkel. Nou, dat vind ik al punt 1. Moet je boodschappen doen. Moet je het gaan snijden en wassen. En dan heb ik dan ook altijd in een volgorde die niet klopt. En dan je pure stress. En dan kut, moet het die kruiden erbij. Maar straat, oh, dat had ik nog niet gesneden. Nou, dus ik altijd paniek. Eten aan het plafond. Dan vervolgens heb je het eten niet specifiek lekker. Is het 5 minuten op. En dan is alles ontploft. Dan moet je dat gaan opruimen. Precies, nou, ik heb wel wat beters te doen. Oh mijn god, dit is exact wat ik altijd zeg. Ik wil alleen al bestellen zodat ik de keuken niet ervoor op te ruimen. Precies. Ja. Oh mijn god. Dit is fijn. Ik ben niet alleen. Ik voel je hier namelijk heel eenzaam in altijd. Oh ja, nee hoor. Je bent niet alleen. Volgende vraag. Samen. Okay. We zijn samen. We zijn samen, ja, met z'n allen. Yes. Oké, laatste vraag. Ik heb een vraag. Ik zit nogal met wat opgekropte emoties en woede en ik weet niet hoe ik dat los moet laten. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en ik kan zo snel boos worden, dan schiet ik massaal uit mijn slof. Hebben jullie tips om mijn boosheid los te laten? Ben je wel eens boos en hoe ziet dat eruit? En hoe laat je het los? Nou, ik ben zeker wel eens boos. Zo, en hoe dat eruit ziet, wil ik liever niet laten zien, maar nee. Dat is vrij intens. Ja. Ja, ik denk toch dat je het moet er wel uit. Je kan het niet zo'n beetje. Ja, nou, ik vind wel dat yoga ook hierin echt kan helpen. Ja, vooraf al dat je dan gewoon rustiger bent. Maar ook, want precies wat jij zegt, dat ademhaling zo essentieel is. Dat is het natuurlijk ook voor eigenlijk alles in het leven. Maar ook als je heel boos bent, dan je merkt toch ook, dan gaat je ademhaling. Ja. Dus op het moment dat je rustig ademhaalt, dan zakt de woede al wel vaak. Maar ja, ik heb vroeger al had ik een boksbal in mijn huis hangen. Toen ik een loft had, dat heb ik nu niet. Maar ik heb hem wel nog thuis liggen. Dus ik zei pas, zullen we die eens ophangen? Want ik heb dat soms ook, dat ik echt niet weet waar ik met mijn... Of dat nou soms boosheid is of gewoon heel veel energie. Maar waar ik ermee naartoe moet. Ja. En gewoon op losbeuken op zo'n ding om het even kwijt te kunnen. Want dan... Je richt vaak, als je dus, zoals zij zegt, het zit erin en het moet eruit. Maar dan ga je het vaak afreageren, want het moet er toch uit. En dan reageer je het af op degene waarvan je het meeste houdt. Dus dan maak je er ook nog eens een keertje te lopen een heleboel mee kapot. Wat je helemaal niet kapot wil maken. Ja. Dus ja, ik denk zelf dat sporten, rennen, boksen, dat heel erg helpt. Maar ook eigenlijk juist tegenovergestelde van... Dat soort beweging, de yoga. Dat, te veel high intensity sporten maakt mij ook opgefokt. Oh ja? Ja, dat ik te hoog mijn dag begin. Dus ik merk wel, yoga kan ik gewoon... Het is voor rust in je geest. Maar ik kan ook wel van pap, pap, pap. Oké, niks in mijn weg. En als er dan iets in mijn weg komt, geen tijd, adrenaline. Maar je raakt eigenlijk, als je frustratie hebt, dan raak je dat niet echt boksend kwijt. Zullen we maar zeggen. Op het moment wel, maar dan zit ik daarna wel iets te hoog of zo. Ja, precies. Maar ik denk wel dat je een uitlaatklep nodig hebt. Zijn er dingen waar jij echt, zeg maar, oké, dit moet je niet doen, want dan word ik echt lijp? Zijn er dingen waar jij heel boos van kan worden? Ja, als dingen... Ja, onrecht. Maar goed, dat heb ik niet over het grote onrecht. Maar van de wereld, daar worden we allemaal als het goed is wel boos over. Maar als dingen gewoon niet kloppen. Dus in een discussie waarin ik dan... Die heb je soms met mannen. Ja. Die zitten net even op een ander level. Maar dan denk je, maar dat je reageert nu helemaal niet inhoudelijk op wat ik zeg. Oh, dat en snap ik. Dat vind ik echt niet doen. Ja. Maar als dingen gewoon dan niet kloppen zoals...
recent heb ik een post gedaan. Ja. Over, dat ging over corona. Ja. En over een boete die Freek had gekregen met het restaurant. Nou, Freek had het niet gekregen, maar het restaurant had het gekregen om 3:10. Ja. Nou, dat is op zich heel terecht, want ja, het was 10:00 geweest. Dus ik snap het allemaal. Maar ik had dat wel genoemd van een beetje kinderachtig. Ja. Een beetje coulance in deze tijd zou niet kwaad zijn. Maar ze stonden in hun recht. En ik had gezegd, maar daarbij het andere restaurant, en daar het naam van genoemd, ja, gebeurde dit. Vervolgens, en dan had ik een filmpje van een politieagent die best wel, nou, niet zo heel subtiel reageerde op de hele nette uitleg van degene die daar aan het werk waren. En ik had dat gewoon geplaatst, want ik vond dat niet. Iedereen heeft het zwaar, zeker ook in de horeca. Weet je, een beetje coulant, een beetje zacht. Met zacht gevoel, voor elkaar, ja. Weet je, want nou, en dat had ik geplaatst. En vervolgens kwam een politiewoordvoerder. Die ging dus zeggen in Boulevard, hè, want daar praten politiewoordvoerders, dat ik mijn volgers had voorgelogen door te suggereren dat dit één incident was. Maar dat had ik absoluut nergens gesuggereerd. Dus als hij het had gelezen, gewoon les 1 begrijpend lezen gewoon. Ja. Maar dat een politiewoordvoerder dan op die manier, ja, niet, dat klopt gewoon niet. Maar ik weet inmiddels dat er staat wel vaker, komen er dingen in de media die niet kloppen. En daar kan je wel heel boos om worden. Nou, dat vraagt dan alleen maar weer meer aandacht op. Dus ik heb er niet meer op gereageerd. Maar soms is het heel, daar kan ik ook wel gefrustreerd over raken. Als er dan dingen worden beweerd die echt niet kloppen. Maar zelfs mijn ouders bellen me dan, is dat gebeurd? Oh ja, dat je denkt, als jullie dit al geloven, dan gelooft iedereen het. Oh ja, oh, ik snap en dat het, ja, vind ik soms wel lastig. En hoe haal je dat weg? Ja, dan moet ik echt heel erg mijn best doen met puffen. Ja. Want het is, want ik je daarop reageren heeft geen zin en boos worden wil ik ook niet. Dus nee, dat is echt een, dat is daar. Maar yoga komt zo vaak van pas en dat zeggen ze toch ook vaak. Want dat echt yoga doe je gewoon naast de mat. Ja. Dus als je van de mat afkomt, dan begint het yoga in het dagelijks leven. Het is een mindset en dat is wel echt waar ik heel veel aan heb. Ik begrijp dit 100% wat je zegt. En ja, het is dan ook natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Hè? Want wie heeft dat nou dat je iets zegt en dat het dan zo groot opgepakt wordt? En ja, dat je daar nee, en andere over, heb ik het gewoon over discussies met mensen. Vaak met mijn geliefde. Ja. Waar ik dan van denk, ja, maar dit. Ja. Hè? We praten totaal langs elkaar heen. En ja, dat vind ik heel lastig. Stap je terug. En ook wat je al zei, is ademhalen. En gewoon even afstand nemen. Ja, stap je nemen. Terug. Ja. Afstand nemen, zeker heel goed. Ja. Oké, okay, ja, okay. Om af te sluiten, want het is fucking gezellig. En we hebben hiervoor ook al, we hebben natuurlijk in 2 delen opgenomen. Het is natuurlijk feestmaand, het is begin december. Hoe ga jij de feestdagen vieren? Hebben jullie plannen? Iets bijzonders? Ik vind het toch gezellig, want ik ben heel erg fan van de decembermaand. Ja, dat ligt er een beetje aan wat mag, hè? Ja. Want ik weet niet of we met de familie bij elkaar mogen komen. Maar dan gaat ze sowieso lekker eten zijn. Dat is één ding wat zeker is. We gaan sowieso is. Lekker eten met het gezin. En we doen een hele grote kerstboom. Ja, met die kleine kokosnoot onder de kerstboom. Hoe leuk is dat? Heb je de film Coco gezien? Ja, dat is de reden dat we deze naam hebben bedacht. Echt waar? Jazeker. Oh. Ja, Sammy heeft hem bedacht eigenlijk. Echt waar? Ja, we waren zaten in de auto. We zaten namen te bedenken. Toen zei zij Coco, was ik een fantastisch mooie film vindt van Pixar. Jeetje, wat mooi. Ik was in Mexico City dit jaar nog. En ik heb de hele tijd ook die muziek in mijn hoofd gehad. En gek, die film is, oh, dat ze dan zo aankomen over die brug met die blaadjes. Ja, dus Los Muertes gaat het over. Oh my Prachtig. God. Oh, wat leuk dat die naam daarvan. Ja, niet Coco Chanel. Nee. Ook leuk. Ook stoere dame. Ja. Maar nee, van de film Coco. Prachtig. Oh, nou, ik wil je bedanken dat je er was. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook heel gezellig. Sorry dat je even op moeten wachten. Maar dan hadden we wel weer gezellig de baby erbij. Ik vind het heel fijn dat ik die kleine heb kunnen knuffelen. Ja. Super fijn dat je er was. En hele fijne feestdagen. Jij ook.